Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom in de Bali bij Slow Politics dossier Sleepwet. Slow Politics is een serie avonden hier in de Bali waarbij we een stap terug doen uit de hectiek van het politieke bedrijf. En misschien ook wel de oppervlakkigheid van het politieke bedrijf. En de tijd nemen om met een mooie line-up aan sprekers een onderwerp verder uit te pluizen en te bediscussiëren. En vanavond gaan we het hebben over het dossier Sleepwet. We gaan het hebben over vragen als wat zijn nou precies de diepere achtergronden van deze wet? Welke onderdelen zijn controversieel? Hoe verhouden de begrippen veiligheid en privacy zich tot elkaar? En wat is een referendum? Want dat staat natuurlijk op het spel. Het raadgevend referendum op 21 maart als onderdeel van de gemeenteraadsverkiezingen. Of op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is zo'n referendum nog waard als de sleepwet al door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen? Ben je dan een achterhoedegevecht aan het voeren? Dat soort zaken. Daar gaan we het zo over hebben vanavond. Mijn naam is Bart Krul. Ik begeleid het gesprek vanavond. We hebben een mooie line-up aan sprekers die ik stap voor stap aan u voor ga stellen. En uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. We hebben aan het eind van de avond een blok waarin u uw vragen en inzichten kan delen. En gedurende de avond is er ook wat ruimte voor echt verdiepende vragen. Als u zegt, dit moet echt even gesteld worden, anders kan ik de rest van het betoog of de avond minder goed volgen. Wacht u dan wel graag eventjes tot ik met de microfoon bij u ben. Want we hebben een livestream en dan kunnen de mensen thuis niet zo goed volgen als we hier door elkaar gaan schreeuwen. Dus dat even als context. En op een avond als Slow Politics zijn we ook bij elkaar om politieke frames te ontkrachten. En we zijn ons er zeer van bewust dat het begrip sleepwet al een eerste frame is. Dus hou me ten goede, die term gaat natuurlijk een aantal keer voorbij komen. Maar voluit is het de wet inlichting en veiligheidsdiensten in de volksmond jargon WIF, is me net gezegd. Dus die begrippen kunnen allebei gebruikt worden. Laten we gaan naar onze eerste spreker. Dat is Huib Modderkolk. Hij is bekend als verslaggever, onderzoeksjournalist voor de Volkskrant, weet veel van het werk van de AIVD en de MIVD en bewees dat door een recente scoop samen met Ilke Bos van Rosenthal over het feit dat de AIVD de Amerikanen zou hebben ingelicht over het feit dat de Russen in de computers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Witte Huis en de Democratische Partij zaten. Dat was echt wereldnieuws. Tenminste, zeker in Nederland, maar ik denk ook echt daarbuiten. Dus Modderkolk gaat als eerste het debat voor ons ontleden en eigenlijk ook even scherp zetten waarom we hier bij elkaar zijn. Geef hem een warm applaus. Huib Modderkolk. Goedenavond. Ik wilde beginnen met twee voorbeelden. Maart 2015. Talloze media schrijven op dat moment over een illegale DNA-databank bij de AIVD. Dat vond ik, ik schrijf veel over de inlichtingendienst, best even schrikken. Ik had me niet gerealiseerd dat de AIVD in het geheim een DNA-databank aan het opzetten was. En de ophef in de dagen daarna leek me dan ook volledig terecht. Ik zag het al een beetje voor me. Labs, computers vol met duizenden profielen, spionnen die bekertjes meegrissen of stiekem lijn bij doelwitten afhalen. Maar ik was ook benieuwd wat hier nou werkelijk aan de hand was. Dus ik ging het rapport van de toezichthouder lezen. Taaie kost, maar ik kan het toch aanraden. En het ging om enkele gevallen, las ik. En ik begreep dat er een verschil was tussen DNA-materiaal verzamelen om de identiteit van mensen te achterhalen. Dat is toegestaan. En het daarna nog bewaren. Dat is niet toegestaan. Toch wilde ik iets meer weten. Wat was hier nou aan de hand? Om wie ging het nou? Wat behelste nou die DNA-databank? Het heeft me lang gekost om erachter te komen, maar een paar weken geleden sprak ik iemand die me eindelijk kon uitleggen. De AIVD had na de moord op Theo van Gogh in 2004
spullen meegenomen uit woningen waar leden van de Hofstadgroep zaten. Daaronder ook koffiebekers. De dienst had die bekers gebruikt om de identiteit te bepalen van personen die tot de Hofstadgroep behoorden. Dat mag dus. Maar de AIVD had die koffiebekers daarna bewaard in een kartonnen doosje ergens in het pand. Want, zo redeneerde de dienst, het kon later nog wel eens van pas komen. En toen de stroom uitreizigers naar Syrië op gang kwam, had de AIVD nog een reden om die bekers te bewaren. Want veel jihadisten maken namelijk gebruik van aliassen, waardoor hun identiteit onbekend was. En als er nou iemand in Syrië om zou komen, dan wilde de dienst kunnen controleren of dat niet toevallig iemand van de Hofstadgroep was geweest. Maar daar was de bevoegdheid niet voor bedoeld. Dus helaas, de dienst moest die paar koffiebekers weggooien. Tweede voorbeeld. Onlangs werd bekend dat AIVD en MIVD bulk datasets met soms de persoonsgegevens van meer dan 100 miljoen mensen aanschaffen. Of verwerven, moet ik zeggen. Ook dat was even schrikken. Maar in het toezichtsrapport staat er meer over. De diensten mochten dit doen. Die sets zijn namelijk vrijelijk te verkrijgen. Ze gebruiken de data om een paar doelwitten van de dienst, waar ze bijvoorbeeld enkel een alias van kenden of een e-mailadres, te identificeren. En nu komt het, want wat deden ze met de rest? Je zou zeggen, nuttige gegevens, maak er een netwerkanalyse van, maar nee, die overige gegevens plaatsen ze in een zogeheten buitenbak, waar geen operationele teams bij kunnen. Elke keer als een medewerker van een van de diensten toch bij de lijsten wil, moet er een verzoek tot naslag worden gedaan en dat moet gemotiveerd gebeuren. Wordt het toegestaan, dan mag de AIVD'er of MIVD'er één enkele persoon van die lijst opzoeken. Wat laten deze voorbeelden nou zien? AIVD en MIVD hebben bevoegdheden die een ernstige inbreuk kunnen maken op het privéleven van burgers. Ten tweede, de AIVD en MIVD mogen niet zeggen over hun werk en dat werkt misschien wel een beetje mythevorming en spookbeelden in de hand. En ten derde, het belang van enige kennis over de praktijk van inlichtingendiensten en de rol van de toezichthouder is cruciaal om te begrijpen hoe de wet werkt. Deze drie zaken zijn ook relevant in de aanloop naar het komende referendum. Maar we zien eigenlijk vooral de eerste twee terug. Er zijn er die partijen die structureel waarschuwen voor de ernstige bevoegdheden. Pas op, AIVD en MIVD mogen heel erg veel en straks nog eens meer. Ze hebben gelijk, maar ze belichten ook maar één kant. Dan zijn er de spookbeelden, bijvoorbeeld over de illegale databank. De vrees dat de AIVD van iedereen straks een DNA-profiel gaat bijhouden. Of de vrees dat bij elke mail de AIVD in de CC staat, zoals een van de tegenstanders in de aanloop naar het referendum als slogan hanteert. Omdat de diensten niet terugpraten en het sowieso verschrikkelijk lastig is om op voorhand te vertellen hoe ongekende dreigingen in kaart gebracht worden, zijn dit soort spookbeelden hardnekkig. En ook dat is voorstelbaar. Maar wat nou zo jammer is, is dat een fundamenteel debat over de praktijk van die diensten en de rol van bijvoorbeeld de toezichthouder, die zo belangrijk is, ontbreekt. Terwijl dat nou juist iets zegt over de toepassing van de wet. Laatste voorbeeld. In de aanloop naar het referendum gaat het specifiek over één onderdeel van die wet. Het sleepnet, oftewel ongerichte kabelinterceptie. Dit is wat er gaat gebeuren. De AIVD en MIVD mogen straks ongericht op internetkabels zoeken. Dat klinkt behoorlijk beangstigend. Een beetje zoals de scanauto's van de parkeerdiensten. Permanent rondrijden, registreren en controleren. Maar bekijk je die mogelijkheid nog wat beter, dan weet je dat wat op straat kan, online verschrikkelijk lastig is. Enerzijds omdat er een weerwaar aan internetkabels ligt door Nederland. Anderzijds doordat er gigantisch veel data over die kabels gaan. Waarschijnlijk is dat AIVD en MIVD bij een internetknooppunt zullen uitkomen. Maar bijvoorbeeld over de AMSIX, waar we eigenlijk hier allemaal op zitten, het Amsterdamse Internet Exchange, het Amsterdamse internetknooppunt, daar gaan duizenden terabytes per seconde doorheen. Dat zijn belachelijke hoeveelheden. Bibliotheken vol met informatie per seconde. Bovendien is er een beperking in de wet. De AIVD en MIVD moeten eerst zeggen waar ze precies naar op zoek zijn. Dus anders dan de scanauto's mogen ze niet vrijelijk het internet opgaan om wat rond te snuffelen. Stel, ze willen zicht hebben op wie er allemaal communiceren met een regio in Algerije, waar ook terroristische netwerken actief zijn. Dan kijken ze bij het knooppunt welke internetkabels vanuit of naar Algerije gaan. Die tappen ze af, waarna ze de pakketjes die relevant zijn voor de zoekvraag eruit halen. Hier zit de grootste privacy schending. En ja, daar kunnen de gegevens van honderden, misschien wel duizenden mensen bij zitten. Van mensen die ook met zo'n regio communiceren. Het gaat dan om de metadata. Dus wie mailt met wie, op welk moment. Die communicatie mag liefst 3 jaar bewaard worden. Dat is ingrijpend. Maar er is ook een andere kant. Want de AIVD en MIVD mogen niet bij de inhoud van die mailtjes. Willen de diensten daar naar kijken, dan is wederom toestemming nodig. En voor al deze stappen geldt dat ze proportioneel moeten zijn. Dat het meest gerichte middel ingezet moet worden en dat de inzet noodzakelijk moet zijn. Dat klinkt weer geruststellend. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk eruit zien? En waarom is bijvoorbeeld die bewaartermijn van 3 jaar nodig?
En wil de minister van Binnenlandse Zaken, zoals Plastic eerder liet doorschemeren, inderdaad ook de communicatie van een hele stad kunnen aftappen, al was het maar theoretisch? Dat zijn de cruciale vragen. Maar de coalitiepartijen willen er niets over zeggen en de diensten doen dat evenmin. En zo zijn we terug bij het begin. We weten pas echt wat de wet zal betekenen als er meer bekend is over de praktijk en de rol van de toezichthouder. En hoewel een referendum met zijn simplistische en onmogelijke dwang tot een verplicht ja of nee nogal een bot middel is, en de coalitiepartijen al hebben aangegeven vrijwel niets te zullen doen met het advies dat uit het komend referendum volgt, levert datzelfde referendum al wel dit soort goed bezochte avonden op. Waar ook twee vertegenwoordigers van de diensten zijn om uit te leggen hoe het in de praktijk kan gaan werken. Dat is nu al winst. Huik, veel dank voor je toelichting. Je ging er in een razend tempo doorheen. En dat is helemaal goed, zelfs op een avond van Slow Politics. Zijn er misschien vragen aan Huip? Hartstikke goed. Ja, het goede nieuws is, hij komt aan het eind van de avond weer terug. Dan hebben we een tafelgesprek. Dus dan is jouw expertise nog zeer van waarde, denk ik. Dus dan zien we je zo direct terug. We gaan verder. En mijn kaartje erbij. Floris van den Broek is bij ons. Hij is, noemt zichzelf net ondernemer in telecom in verschillende settings. Hij is directeur van het ICT Institute. En weet veel van wat er allemaal al kan. Ook wat hackers al kunnen. Wat wij zelf al hier en daar op straat gooien. En in die context gaat hij ons wat meer wijs maken. Over het nut en noodzaak van deze wet. Floris, mag ik je uitnodigen op het podium? Ik pak even een microfoon. Ja, geef hem een applaus inderdaad. Floris van den Broek. Glaasje water zat daarnaast je. Ja, ik wil dat eigenlijk bekijken vanuit de kant van de burger en van de techniek. En daarbij is het denk ik aardig om vooral het sleepwet ook in het kader te zetten van de omgeving, van de techniek en ook van andere wetten die er momenteel spelen. Het aardige is dat er naast de sleepwet, die dan binnenkort van kracht wordt, ook andere wetten zijn die binnenkort van kracht worden. En die zijn van toepassing op burgers en allerlei andere organisaties, niet specifiek op veiligheidsdiensten. En eigenlijk zijn die heel interessant voor de burger, want er mag eigenlijk niet zo heel veel, tenzij je er zelf toestemming voor geeft. Nou, dit is een overzicht van de wetten die momenteel actief zijn op het gebied van privacy. En het aardige is dat we sinds 1995 eigenlijk bezig zijn met dat te reguleren. Dat gegevens die opgeslagen worden, van burgers met name, aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Het aardige in Nederland is dat we hier de wet bescherming persoonsgegevens hebben, die al heel lang actief is. Aangevuld is met de wet meldplicht datalekken sinds 1 januari 2016. En binnenkort, dat is 25 mei van dit jaar, aangevuld worden met de algemene verordening gegevensbescherming. Dat is eigenlijk een implementatie van een Europese wet, die ook wel GDPR wordt genoemd. En tegelijkertijd is daar een cookiewet, zoals je daarboven ziet, die ook in Nederland specifiek ingevoerd is. Eigenlijk is Nederland daar een van de meest vooruitstrevende landen mee geweest, waarbij de burger ook allemaal rechten heeft om te accepteren of niet te accepteren of er cookies worden opgeslagen. En die worden meestal op zijn eigen computer opgeslagen. En daarom lijkt het me ook heel logisch dat iemand daar een stem in heeft. Maar dat zie je vaak als je op een website bent en er staat iets bij van accepteert u deze cookies of niet. En die cookies zijn later toch nog wel belangrijk, want er worden niet alleen dingen opgeslagen die het makkelijker maken om in te loggen bijvoorbeeld. Maar er worden ook allerlei voorkeuren opgeslagen en iedereen herkent nog wel de voorbeelden van dat je aan het e-mailen bent op Gmail. En het gaat over een broodrooster, dat je dan een dag later allemaal broodrooster advertenties aan de zijkant van je scherm ziet. En het is toch een beetje een vreemd gevoel en je denkt toch dat er daardoor wat privacy wordt geschonden. Daarvoor is deze cookiewet. Dus het geeft om te beginnen allerlei rechten en daar kom ik zo nog even op terug. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens, want kijk, bij die broodrooster is het misschien wat onschuldig, maar er zijn ook dingen die mensen opslaan of die opgeslagen worden over burgers, die best wel gevoelig liggen. En dan denk ik aan het lidmaatschap van een bepaalde vereniging of vakbond. Het gaat ook over medische gegevens, genetische gegevens, al die dingen. En ook daar zijn allemaal specifieke regels voor. Die mogen lang niet overal opgeslagen worden. En vanaf 25 mei wordt het allemaal nog veel ingewikkelder. Laat ik zeggen, ingewikkelder voor de organisaties dat het willen opslaan. Maar eigenlijk makkelijker voor ons als burgers om inzicht te krijgen in wat er wordt opgeslagen en vooral door wie. En je hebt daarbij ook het recht, niet alleen om te bekijken wat er wordt opgeslagen, maar ook om een toestemming te geven om iets op te slaan en om ook de zaak in te zien
en vervolgens te vragen om verwijdering van die gegevens. Dat is heel belangrijk, want zo komen we ook op wat doet die sleepwet nu. Die sleepwet die geeft natuurlijk bevoegdheden aan inlichtingendiensten. Maar je kunt als burger je natuurlijk wapenen door te zorgen dat bepaalde informatie gewoon simpelweg niet van je beschikbaar is op het internet. Nou, wat is er allemaal wel beschikbaar? Natuurlijk heel veel, zonder dat je dat allemaal helemaal wil. Maar er zijn allerlei apps en dingen die zaken over je bijhouden. Dat doen ze dan natuurlijk met je eigen permissie, want je moet ergens op een akkoordvinkje drukken. En een voorbeeld hiervan was Strava. Dat is dan een app waarmee je kunt hardlopen en fietsen. En vervolgens houdt die bij hoe snel je bent gegaan, welke afstand. Allerlei dingetjes die leuk zijn om de training wat interessanter te maken. Maar er zaten ook wat neveneffecten aan. En Strava had erover nagedacht. Die zei, we publiceren soms ook dingen. Maar dan publiceren we niet wat jezelf, wat een individu doet aan zijn eigen training. Maar we gaan het als groepen, dus een soort anonimiteit tullen. Dus wat hadden zij gedaan? Ze hadden een kaart, een soort wereldkaart, gepubliceerd. Waarbij eigenlijk alle looproutes van mensen die Strava hadden gebruikt. En dan praat je echt over miljoenen keren dat mensen overal in de wereld zijn gaan lopen met die Strava-app. En die looproutes die waren zo zichtbaar. Door, in dit geval zie je dat op die kaart met die gele stroompjes. Je ziet daar hebben een heleboel mensen gelopen. En wat bleek? Dat het leek eigenlijk heel anonieme informatie. Maar later bleek dat er allerlei dingen te herleiden waren van die kaart. In dit geval is het een Russische ambassade in Damascus. Die eigenlijk een soort van undercover wilde blijven. Maar die nu heel erg zichtbaar werd. Dat er blijkbaar allerlei Russen die daar binnen die ambassade of binnen dat terrein rondlopen. Ook nog aan hun dagelijkse portie beweging willen doen. En dat was ineens bijzonder zichtbaar. Want voor de rest in Damascus wordt er niet zo heel veel gesport. Nou, dat is een. Dus het gaat vaak om het combineren van informatie, waardoor informatie ineens toch wel heel gevaarlijk kan worden. Hetzelfde hier was bijvoorbeeld een verborgen gegeven. Mensen die een iPhone gebruiken, die hebben dat misschien wel eerder gehoord. Dat is eigenlijk al een heel oud nieuws. Maar ik vind het zelf toch nog steeds even schokkend als een paar jaar geleden toen dit ontdekt werd. Dat eigenlijk je telefoon van een jaar lang of langer nog alle locaties bijhoudt waar je geweest bent. En de tijdstippen waarop je geweest bent. En dat die locaties gebruikt worden, heel eigenlijk zeg maar praktisch, om te voorkomen dat er al te vaak die GPS-antenne ingeschakeld wordt. En dat kost batterij. Dus eigenlijk bespaart het apparaat zelf batterij door dat bij te houden. Maar het staat wel allemaal in je telefoon. En hier is dan een appje wat je zo kunt downloaden, waarmee je dus dat kunt bekijken. En ja, dan wordt het toch allemaal best wel confronterend. Nou, en een laatste voorbeeldje wat ik hier wilde geven is eigenlijk nog wat dichter bij huis. En gewoon een foto. Je kent allemaal de JPEG. Gewoon de foto die je mailt aan iemand of opstuurt of met de WhatsApp verstuurt. Die foto die kun je ook bekijken in je computer. Nou, dan heb je een programmaatje daarvoor, bijvoorbeeld Viewer, Preview of een of andere Reader. Maar bij heel veel van die programmaatjes kun je de zogenaamde active data, dat is zeg maar verborgen data in elke foto, kun je bekijken. Zoals met Apple heb je programmaatje Preview. Dan druk je op Tools en dan zie je een bepaald minuutje. En wat je hier kunt zien bijvoorbeeld, ik heb het daar rechts daar een blokje omheen gezet, is dat van elke foto kun je het unieke nummer zien van de camera waarmee die foto is genomen. Nou, dat is toch best wel een privacygevoelig ding, want daarmee kun je dus ook bepalen dat iemand op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek is geweest met die specifieke camera. En je kunt daarmee dus allerlei zaken achterhalen die je eigenlijk niet verwacht als je die foto zomaar naar iemand opstuurt. Nou, hier kan ik wel snel doorheen gaan, want dat heb ik net ook al gezegd. Betrokkenen hebben recht op allerlei dingen. En dat is die wet van de privacy, de GDPR, of de, in het Nederlands gezegd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei actief wordt. Nou, heel belangrijk, want je kunt daarmee heel veel problemen voorkomen. Je kunt ook heel veel problemen voorkomen als je nadenkt over fouten die gemaakt worden. Het probleem is alleen dat je niet zelf altijd die fouten maakt, maar dat ook andere mensen die fouten kunnen maken. Dus je herkent, soms krijg je een mail die aan heel veel mensen is gericht. Normaal sta je in de BCC, maar soms vergeet iemand dat en die zet alle adressen in de to-lijst. Nou, dat heeft iedereen denk ik wel een keer gehad. Maar het is wel wat wij dan noemen een datalek. Daarbij krijg je in één keer de beschikking over een heleboel e-mailadressen, waarmee je in theorie allerlei zaken zou kunnen doen, zoals spamming of phishing mail. En je kent ook nog een beetje de context van die mensen. Nou, zo zijn er een heleboel dingen die eigenlijk menselijke fouten zijn. Dat varieert van het verliezen van een USB-stick en allerlei andere dingen. En die ook heel vaak voorkomen.
En zelfs, en ik heb hier ook even tussen genoemd, ransomware en malware, daar is ook heel veel over gepubliceerd de laatste tijd. Ransomware komt er vaak door een menselijk fout. Je krijgt een mailtje, daar word je geacht op iets te klikken en dan staat het ineens op je computer en later merk je dat het allemaal encrypted of gestolen is. Nou, zo is ook eigenlijk de hack ontstaan waarbij de Russen heel veel informatie van de Democratische Partij hebben gekregen. Gewoon door duizenden mails, phishing mails te sturen aan allerlei partijen. We hebben dat ook gezien, want heel veel van die mails die zijn later bekend geworden. Dat er gewoon een heel gerichte actie is geweest van alle mensen die in Amerika iets kritisch over Rusland ooit hadden gezegd of gepubliceerd. Die zijn allemaal, er zijn allemaal de mailadressen van bekend en naar al die mails zijn tientallen phishing mails gegaan. En als er maar één iemand of twee mensen daarop klikken, dan staat daar vervolgens iets op die computer en die kan vervolgens de rest weer besmetten. Dus laat ik zeggen, er worden heel wat menselijke fouten gemaakt. En dat is ook een behoorlijk gevaar. Misschien wel een groter gevaar dan wat je bereikt door een sleepwet. Maar daar, goed, daar kun je dan zelf nog een beetje tegen wapenen, door in ieder geval te weten wat er aan de hand is. Je hebt natuurlijk ook gewoon serieuze hacks. Daar kun je ook mee geconfronteerd worden. Zelf kun je ze natuurlijk ook uitvoeren, maar daar zal ik verder niks over zeggen. Wireshark is een programmaatje wat je heel makkelijk kunt downloaden. Als je in de trein zit en mensen zitten op wifi, dan kun je dus meekijken naar iedereen die in jouw trein zit op het internet. Want met Wireshark zie je al die communicatie. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend, maar het is heel makkelijk. En eigenlijk zo makkelijk dat je eigenlijk je onderhand wel tegen moet gaan wapenen. Want het is eigenlijk een beetje zoals dat je je fiets buiten zet en niet meer helemaal afsluit terwijl je naar binnen gaat. Nou, zo kom je op een heleboel dingen die eigenlijk steeds meer op een hack beginnen te lijken. Met name als je combinatie van informatie gaat maken. En dus informatie van bijvoorbeeld een Facebookpagina waarbij blijkt dat iemand een bepaalde hobby heeft, gaat vergelijken met zijn beroep op LinkedIn en tegelijkertijd met allerlei andere informatie over locaties die je ergens hebt gevonden. Nou, wat kun je nou zelf allemaal doen om te voorkomen dat dat allemaal op straat komt te liggen? Want kijk, dat de inlichtingendiensten daarnaar kijken, dat is heel vervelend. Het is wellicht nog vervelender als blijkt dat gewoon iedere burger met een paar drukken op de knop daar ook aan kan komen. Ik zou zeggen, zorg in elk geval voor two-factor authentication. Dat is een simpele manier om mensen geen toegang te geven tot je mail. Dat wil zeggen, met je mail kun je meestal met één paswoord al toegang krijgen. En op deze manier heb je naast het paswoord ook nog een sms'je of een appje dat de authenticator wordt genoemd. En op die manier heb je een extra barrière die heel effectief is tegen meekijken op de mail. En waarom is meekijken op de mail zo belangrijk? Mail is natuurlijk ook altijd gebruikt als je bijvoorbeeld ergens je paswoord bent verloren en er staat van nou, vul uw mailadres in, dan wordt er een mailtje naar je gestuurd waar je op kunt klikken om je paswoord opnieuw in te stellen. Dus ook al denk je van mijn mail is niet zo geheim, het is wel geheim, want met die mail kun je alle paswoords opnieuw instellen en ben je dus eigenlijk open voor alles. En als je zelf nog wat verder wil wapenen, dan zou ik encryptie aanraden. Je hebt programmaatjes PGP, dat staat voor Pretty Good Privacy. En dat is ook inderdaad pretty good. Het is eigenlijk voor de meeste serieuze, ik zou zeggen zelfs inlichtingendiensten, maar dat zullen we zo nog wel horen, is het eigenlijk bijna ondoenlijk om een goede encryptie te kraken. En nou, je hebt PGP, dat is een programmaatje, daarmee kun je mailen, maar dan is het vervelende dat degene die jouw mail ontvangt datzelfde programmaatje moet gaan gebruiken. Daarom is er ook een vrij eenvoudige manier. Ik heb dan even hier WhatsApp genoemd, dus geen reclame daarvoor. Maar WhatsApp heeft een encryptie in de app zitten die zogenaamd end-to-end werkt, zoals we zeggen. Dus hij werkt van de mobiel waar die in zit en dat gaat helemaal versleuteld tot aan de mobiel waar het bericht terechtkomt. En daardoor is, ook al ga je daar aftappen of met allerlei, middels de sleepwet, allerlei lastige aftappingen doen of zelfs hele groepen verkeer bekijken, dan wordt het nog heel erg moeilijk om te achterhalen wat daar nu verteld is in die berichten van WhatsApp. Dus ja, als je denkt aan je privacy, dan zou ik zeggen, dat is dan niet alleen dat je denkt van, weet je, ik ben bang dat een inlichtingendienst met mijn gegevens ervan doorgaat, maar ook gewoon als een voorzorgsmaatregel, omdat je weet niet wat er allemaal mee gebeurt of wie er in de trein wil meekijken. Het altijd een prettig idee is als je weet dat je ook daarmee beschermd bent.
En ik kan zeggen, met encryptie, ondanks alle verhalen die erover verteld worden, het is best wel lastig te ontcijferen. Dus dat was eigenlijk het totaal wat ik wilde vertellen. Gewoon een praktische handleiding. En in de praktijk denk ik dat je hopelijk niet al te veel te maken hebt met de sleepwet of met informatie die op de verkeerde plek belandt. Maar je kunt er allerlei dingen tegen doen om te zorgen dat het een stuk moeilijker wordt gemaakt. Floris van den Broek, veel dank. Heb je nog een klein momentje? Worden dit soort praktische tips die je geeft, dank voor je crash course, maar wordt dat al veel gebruikt in het verkeer? Nederlanders die online zijn, wordt dit soort zaken... Dat klinkt voor mij vrij heftig. Ik ken niet veel mensen die dit doen, maar dat kan ook in mijn vriendenkring liggen. Nou, ik zie wel dat wij oorspronkelijk eigenlijk vrij naïef zijn. Mm-hmm. In de zin van, nou weet je, ik heb eigenlijk niet zoveel geheimen en ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat veel mensen ook met dat idee veel informatie op Facebook zetten. Maar ik zie wel dat er steeds meer belangstelling is voor het werkelijk beschermen van gegevens. En met name nu die privacywetgeving het ook noodzakelijk maakt voor organisaties. Ja. Daar is het vooral op gericht. Is er een soort bewustzijn en krijg je nu veel meer vragen van mensen die zeggen, oh, nou, als ik nu met mijn huisarts communiceer, ja, is het dan wel veilig? Terwijl dat een paar jaar geleden stond niemand daarbij stil. Ja, want het zit ergens niet een beetje spanning in het verhaal dat je via Facebook en allerlei andere tijdlijns toch een beetje voor het uitwisselen van kattenfilmpjes en allemaal lieve kinderfoto's geef je een heleboel weg, bij wijze van spreken. Maar nu privacy in het geding is vanuit de overheid en veiligheid, dat soort dingen, gaan we daar opeens heel erg anders mee om. Zit daar niet een beetje iets geks? Ja, maar we worden er een beetje toe met onze neus op de feiten gedrukt. En ik had ook een vraag bijvoorbeeld van een advocatenkantoor, die zei, ja, eigenlijk is de communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt is ongeveer de meest, zeg maar, vertrouwelijke communicatie die er bestaat. Maar toch is 90% van die communicatie gewoon via e-mail. En ja, dat, maar vaak niet versleuteld ook. Niet versleuteld, gewoon een e-mail. En daar hadden ze toch een slecht gevoel bij. En dat is wel terecht. Dus advocatenkantoren zijn ook een markt voor jou? Absoluut, ja. Ja, nee, maar serieus, maar als je professional bent, dat je als individu dat niet helemaal scherp kan me voorstellen. Als advocatenkantoor kan ik me voorstellen dat je daar een beetje in moet bekwamen. Maar dat is misschien een ander vraagstuk. Zijn er aanvullend vragen aan Floris wellicht? Mevrouw, kom even naar u toe, momentje. Dat is misschien niet zo van toepassing op de sleepwet, maar u noemde die privacywetgeving, die geldt in Nederland. Maar internetverkeer is grensoverschrijdend, dus wat doen we met alles daarbuiten? Daar werkt het niet, kan je recht niet halen. Ja, heel goede vraag. Alles daarbuiten, dat wordt inderdaad niet door deze wetten. Het is toevallig dat die AVG een Europese wet is. Dus daar hebben we geluk bij dat het wat groter is dan alleen Nederland. Maar we hebben het hier natuurlijk ook over bijvoorbeeld Amerika en China, waar ook gegevens van ons belanden. En dat is nog een extra reden waarom ik zei die versleuteling, dat die zo handig is. Want in het geval bijvoorbeeld van WhatsApp, beweert WhatsApp, en ik heb het niet helemaal kunnen controleren, maar dat het zelfs voor hen in Amerika onmogelijk is om de berichten te ontcijferen. Oké. De allerlaatste misschien, dan gaan we verder. Goed. Floris van den Broek, veel dank voor je toelichting. Ik wil graag uitnodigen Luca van der Kamp, een van de initiatiefnemers van het referendum. Je wil graag zitten, dan gaan we zitten, hartstikke goed. Ik schenk een glaasje water voor je in. Luca, vertel. Hoe is de... Doet deze het? Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Ja, top. Wat was de aanleiding om met dit referendum, of in ieder geval de massa's te mobiliseren, om het zo te zeggen? Eigenlijk komt het op neer dat de wet een gedrocht is. Het maakt massaal inbreuk op privacy van burgers. Het ondermijnt fundamentele pilaren in onze democratische rechtsstaat. Dat zagen wij. En we zagen ook dat tegelijkertijd de burgers hier niet van af wisten. Nog eens wisten dat de wet bestond. Of niet wisten wat er fout mee was. Dus ten eerste instantie was het een beetje een actie om ook daar iets aan te doen. Dat mensen in ieder geval wisten waar het om ging. En toen het uiteindelijk ook lukte. Toen we de handtekeningen binnen hadden. Toen... Ja, we willen eigenlijk ook gewoon die wet aangepast hebben. Ik bedoel, de wet is best fout. Helder. En dat gaat in twee, even technisch, gewoon voor hoe dat werkt. Je moet eerst 10.000 handtekeningen hebben. Ja, er zijn twee fases. In de eerste fase moet je 10.000 handtekeningen halen. Wij hebben er toen 19.000 gehaald. En in de tweede fase, we gaan dan beginnen, dan heb je 2 maanden, volgens mij. Ik weet het niet, meer is vaag. Om nog 300.000 handtekeningen te halen.
Ja, en daar word je dan krijg je wat fondsen voor, geloof ik. En dan kun je echt je campagne voeren. Dan kan nee, je krijgt geen fondsen. Oké, verkeerd begrepen. We hebben hulp gekregen, gelukkig. Wat was die hulp? In eerste instantie kregen we hulp van bepaalde news outlets en zo. Maar na een tijdje kregen we ook hulp van Amnesty International, Bits of Freedom en dat soort instanties. En heb je ook nog zoiets als de Lubach-factor? Zeker. Toch? Hoe belangrijk is die geweest? Ja, dat is ook wel... In zekere zin is die best belangrijk geweest, maar ik denk niet... Zo belangrijk dat we het zonder hem niet hadden gehaald. Ik durf eigenlijk niet te zeggen, maar ik zeg het toch. we hadden daarvoor al namelijk al zaten ongeveer op de helft of iets minder. Dus het zat er al best wel aan te komen. Maar we hebben hem zeker wel, hij heeft zeker geholpen. Ja. Herken je het punt dat Floris het maakt dat we privacy belangrijker gaan vinden? Ja, want ik bedoel, ik had niet verwacht... Als ik zou bedenken, 5 jaar geleden, toen was ik ook al best wel bezig met privacy. Toen had ik nooit, denk ik, 300.000 handtekeningen hiervoor kunnen ophalen. Dus ik denk dat we wel steeds meer een besef krijgen dat privacy afgenomen wordt. Deels door dus de Googles en Facebooks onder ons. Wauw. Daar ben je, ja. Dus ik denk dat we steeds meer doorhebben dat privacy belangrijk voor ons is. Hoe komt dat? Is dat? Want de aanvliegroute die we net een beetje met Floris verkenden, was dat door dit, vanuit de overheid, dat we dat belangrijk vinden, dat we misschien ook vragen gaan stellen over die grote private spelers. Herken je die weg? Ja, dus de vraag is waarom we nu privacy belangrijk vinden? Of? Ja, precies. En of dat ook dus komt door dit referendum en dat we daardoor ook vragen gaan stellen over partijen die we hiervoor eigenlijk niet zo verdacht vonden. Ja, dit referendum heeft wel deels, tenminste we zitten hier nu met z'n allen, dat is best goed. Ik denk dat het referendum dat zeker heeft veroorzaakt, dus daar ben ik sowieso wel blij om. Maar ik denk dat we vinden privacy nu steeds belangrijker, omdat we het voor het eerst in de geschiedenis bijna misschien echt extreem van ons afgenomen wordt door bijvoorbeeld Google of Facebook. Mm-hmm. En ik denk dat je privacy pas echt gaat waarderen als het afgenomen van je wordt. Net als vrijheid, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat de tijd nu is wel bepalend. Dus ik denk dat deze tijd wel perfect is voor dit referendum eigenlijk. Oké. Spreek je ook andere mensen in het buitenland? Ik kan me voorstellen dat als je uit een regime komt waar, of in een land woont waar je tot 2 decennia, 3 decennia geleden echt een ander regime hebt, dat dit een ander gesprek is dan hier in Nederland, waar we die historie echt minder hebben. Ja, ik spreek niemand uit dat soort regimes, jammer genoeg. Misschien is het een internationaal zo van, goh jongens, hier moeten we in een Europese context met elkaar optrekken. En dat je in Midden- en Oost-Europa heb je misschien andere gesprekken over dit onderwerp. Maar dat is niet het geval. Iedereen vindt het ook, tenminste de mensen die ik uit het buitenland spreek, die vinden deze wet ook kwalijk. Dus hetzelfde geluiden eigenlijk. Oké. Wat verwacht je van de uitkomst? Ik weet het nog niet. Ik hoop op een grote tegen, maar... Helder. Maar wat, ik ben een beetje op zoek naar je gut feeling, zeg maar. Want ga je vaker naar dit soort avonden? Heb je het idee dat er een bepaald soort sfeer aan het ontstaan is? Zoals een soort van thermometer? Ja, maar ik ben wel een beetje nog steeds in een bubbel leven. Maar als ik het peil aan mijn avonden, dan denk ik dat we een best grote tegen krijgen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het komt omdat ik veel mensen spreek die al tegen zijn. Maar dat weet ik niet. Ja. Jongeren vooral bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijk je naar het punt wat ik in mijn inleiding noemde? Dat Eerste en Tweede Kamer zijn hier al... uit. Hè. De wet zou oorspronkelijk in 1 januari al van start gaan. Gaat nu per 1 mei in werking. Je zou dat een beetje kunnen zeggen. Goh, waarom doen we dit dan nu nog? Herken je die gedachte? Ik heb hem eerder gehoord. Ja. ik vind me daar niet in. Ten eerste, dit gesprek hebben door het referendum. Dus dat heeft sowieso wat uitgehaald. Het heeft sowieso, stel het wordt genegeerd, heeft het wat uitgehaald. Maar het hele idee van een referendum is dat het door de kamers heen is. En dan er nog een laatste stop is als de burger er niet mee eens is. Dus dit is gewoon een normale situatie volgens mij. Mm-hmm. Maar wat hoop je dan dat eruit komt? Want dat is zeg maar politiek. De politiek moet ernaar gaan kijken. Ik hoop dat de politiek nu ook bewust wordt van wat ze eigenlijk aangenomen hebben qua wetgeving. Dus een soort van inkeer. Want er zijn ook heel veel amendementen geweest vanuit de Kamer. Die zijn alleen afgewezen of verworpen. Mm-hmm. En ik hoop dat ze nu doorhebben dat... Tenminste, ik hoop dat ze doorhebben als er een hele grote tegen is dat... ze toch nog maar even nog een keertje moeten kijken naar die amendementen en nog een keer naar die wet moeten kijken. Dat er echt iets fout is. Zijn er specifieke politieke partijen in het spectrum waar je zo'n soort omslag verwacht? Of waar je hoopvol bent? Ja. Ja? Specifiek? We hebben al een omslag, maar aan de andere kant van D66 gezien. Maar PvdA is volgens mij nu minder tegen dan eerst. Minder voor dan eerst, sorry, ik moet het goed zeggen. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ik zit niet zo super in de politiek eigenlijk. Oké. Maar je dacht van, goh, als je echt hoopt dat er een nieuw besef gaat ontstaan mede door het referendum. Er wordt veel meer over gepraat nu, weer. Dus dat is ook positief. Oké, zijn er wellicht vragen aan Luca?
Even voor de context, je bent een van de 5 initiatiefnemers, ja. Hè? Ja, ja. Een van de 5, klopt. En jullie gaan nu al dit soort avonden af? Ja, en campagne voeren en zo, ja. Okay. Zijn er voldoende van dit soort avonden voor je gevoel? Laatste vraag. Voor mijn gevoel zijn er te veel, maar dat ben ik. Ik denk dat er niet te veel kunnen zijn. Dat is een interessante opmerking voor iemand die het referendum... Dat komt omdat ik overal voor word uitgenodigd, zeg maar. Dus ik heb het heel druk. Maar ik denk dat er te weinig zijn. Ja. Maar je bent met z'n 5, is toch wat te doen? Half. Oké, goed. Er zijn er genoeg en er moeten er alsjeblieft meer komen. Zijn er vragen? Ja. Oh, toch vragen. Ja, oké. We gaan... Wat is volgens jou het grootste pijnpunt van de WIF? Grootste, er zijn er veel, maar het grootste pijnpunt. Ik denk, mag ik er 3 noemen? Of eigenlijk 6, maar... Laten we bij de 3 beginnen. De 3. We hebben zo ook nog tafelgesprekken waarin dit soort pijnpunten worden toegelicht. Het sleepnet vind ik kwalijk. Het sleepnet, de sleepnetbevoegdheid, zeg maar. Het hacken van derden vind ik vrij kwalijk. En het automatische access tot databases vind ik vrij kwalijk. Maar die zijn allemaal een beetje hetzelfde eigenlijk. Maar namelijk een beetje dat bulk surveillance-achtige ding. De toezicht is slecht. Nu ga ik ze toch bijna alle 6 doen. Maar de eerste is bulk surveillance. Dus echt bulk surveillance, de crux van het sleepnet. De toezicht is echt ontoereikend. Het ongeanalyseerd delen met buitenland is echt heel kwalijk. Het opslagtermijn. 3 jaar, heel lang. Waarom zo lang? Helder, dank. Ik zag nog 2 vingers. Ja, maar ik had ongeveer dezelfde vraag aan Luca. Kan je even opnoemen, of krijgen we dat nog door? Wat gebeurt er nou precies in die sleepwet? Wat gaat er fout? Of krijgen we nog een opsomming? Want dat hoopte ik zo. Nou, er zaten natuurlijk wel puntjes in de presentatie van Huib. Dus dat zijn een beetje die punten die ik net noem. Ja, die heeft hij net genoemd, hè? Bijna, dus bulk surveillance. Heb ik ze allemaal genoemd? Ik kan me niet meer verinneren, maar volgens mij heb ik ze allemaal genoemd. Maar er zijn er misschien nog wel meer. De termijn en het feit dat ze in het buitenland gedeeld kunnen worden. En die bulk surveillance waren er eigenlijk 3. En het toezicht is echt slecht. Ja, die had ik, ja. Volgens mij waren dat ze 6. Waarbij de eerste dus eigenlijk 3 zijn. En dat waren allerlei termen die ik eerlijk gezegd niet zo goed kon plaatsen. Dat is echt een beetje... Kun je die nou even herhalen? Sleepnetbevoegdheid. Dus dat is het ongericht tappen op de kabel. Die is nieuw. Dan heb je de automatische toegang tot databases. Die is nieuw. Dus dat is real-time. De IVD krijgt, dat is een nieuwe invulling van de... hoe noem je dat? Informant ding. Mm-hmm. Ik kon niet hebben woorden, sorry. Okay. Waarbij de IVD straks toegang kan krijgen, real-time, dus direct tot databases van bepaalde bedrijven of instanties. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de Belastingdienst. Daar staat vrij veel informatie over ons in. En als die direct geanalyseerd kan worden, dan kan dat ook heel vaak en heel vaak gedaan worden eigenlijk. En dat is heel gevaarlijk. Okay. En die derde onder... Het hacken van derden is nu expliciet legaal geworden in de wet. En dat is dus houdt in dat je niet alleen dus... De IVD heeft zogeheten targets, mensen die ze willen onderzoeken. Maar daar zou ze ook bij kunnen komen via non-targets. Dus via een omweg, dus je supermarkt, cashière, weet ik het. Ik zeg niet meer wat. Maar in ieder geval iemand die niet precies een target is. Dus niet iemand die misschien potentieel iets kwaad zou doen. Maar iemand die in de buurt daarvan staat. En die zijn vaak makkelijker te hacken, dus die wil de IVD graag hacken. Maar het is heel gevaarlijk om zo'n bevoegdheid te hebben. En er is daar niet rekening gehouden mee in de wet met bepaalde dingen als zero days of zo die heel kwalijk zijn. Dus ja, nu ga ik veel te technisch, denk ik. Maar goed, dank voor je toelichting. In dit gesprek hebben we zo direct ook nog in het eerste tafelgesprek over de voor's en tegens. Weliswaar niet toegelicht door Luca, maar dank voor deze. We hebben nog een laatste vraag van jou. Nee. Dat was deze. Oké, dank. Luca van der Kamp, veel dank. En succes komende weken nog naar 21 maart. Bedankt. Dankjewel. Het tafelgesprek waar ik het over had, wil ik nu graag aankondigen. In de eerste plaats Astrid Ozenbrug uitnodigen. Zij is voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA tot maart 2017. Ze had daar ICT en privacy in haar portefeuille. En had het, je mag ook al gaan staan hoor, neem rustig een plekje. En zij had daar dus ICT en privacy in haar portefeuille. Yes. Klopt toch? Ja, nee, ga rustig zitten. Neem een glaasje water. Paul Abels is ook bij ons. Bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services aan de Universiteit Leiden. Beide van harte welkom. Neem een microfoon. Ik schenk een glaasje water in. Oeps. Beide, hartelijk welkom. Als het om met jou te beginnen.
Hoe kijk jij naar het gesprek tot nu toe vanavond? Zijn er bepaalde zaken die onderbelicht zijn wat jou betreft? We hebben al wat voor's en tegens over tafel horen komen. Nee, ik vind het verhaal van jou, ja, daar herken ik heel veel in. Als in dat echt dat activistische. Ik hang een beetje terug terwijl ik in de Kamer wel tegengestemd heb als enige. Van de PvdA-fractie, van de PvdA-fractie, precies. Ja. Ook vanwege al deze dingen, maar ook vooral vanwege de amendementen waar we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad hebben. Want dat waren hele goede, ja, voor in mijn optiek hele goede aanvullingen op die wet. Mm-hmm. En dan had ik ook niet tegen hoeven stemmen. Ja. Kun je een paar noemen? Eén was toezicht, mm-hmm. want dat is echt niet goed geregeld. Eén was toch de reikwijdte, de proportionaliteit en de opslagtermijn. Dat waren toch wel drie dingen die heel zwaar wogen voor mij. En die hebben het niet gehaald, die amendementen? Allemaal niet. Nee. Dat is wel jammer. Oké. Okay. Paul Abels, aan jou dezelfde vraag. Gewoon even kort als intro, terugblikkend op het afgelopen drie kwartier. Dingen die jij specifiek mist? Ja, wat ik vooral mis in het hele verhaal tot nu toe is, waarom hebben we die diensten nu? Waarom hebben wij diensten nodig met dit soort verregaande bevoegdheden? Ja. En dan zou ik iedereen willen aanraden om eens het boek van Paul Frisser te lezen. De laatste geheime staat. Paul Frissen, de laatste geheime staat. Het geheim van de laatste staat heet het. Dat is waarin zeg maar, de hoofdlijn van zijn betoog is om privacy van burgers te kunnen beschermen, om de vrijheden te hebben die we hebben. Hebben we soms, in bijzondere omstandigheden, hebben we de mogelijkheid nodig als overheid, en dan toebedeeld aan de diensten, om privacy aan te tasten, om bepaalde grondrechten aan te tasten, maar in het belang van de bescherming van die belangrijke rechten. Ja, ja. En heb je het over het spanningsveld veiligheid en privacy onder andere? Want dat is een van de punten die we in dit gesprek willen bespreken. Want zijn dat communicerende vaten? Onsje meer privacy is een onsje minder veiligheid en vice versa? Of ligt die dynamiek anders tussen die twee begrippen? Nee, want ik vind eigenlijk wat er nu gebeurt is dat er heel vaak zo'n scheve tegenstelling wordt geplaatst. Van, nou ja, om je veilig te voelen zul je je privacy in moeten leveren. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof namelijk dat je ook veiligheid kunt, 100% veilig worden we nooit met z'n allen, geloof mij maar. Maar probeer nou niet steeds de privacy van de burgers uit te ruilen eigenlijk tegen een stukje extra veiligheid. Mm-hmm. En dat is wel de discussie die vaak in de politiek plaatsvindt. Van ja, maar kijk, jij vindt privacy dus belangrijker dan veiligheid. Nee, mm-hmm. Ik vind beide belangrijk. Paul, hoe kijk jij naar deze, dus niet de tegenstelling? Of misschien wel, maar hoe kijk jij naar dit begrippen? Het is een ongemakkelijke en ook vaak onterecht uitvergrote tegenstelling. Mm-hmm. Ik denk privacy erg belangrijk is, maar je moet het ook weer niet overdrijven. Want ik vind dat we soms wel eens erg doorschieten als het om privacy gaat. Kan je een voorbeeld noemen van een punt waarvan je zegt, jongens, dat is niet zo belangrijk als we het over zoiets belangrijks als veiligheid hebben? Nou, over privacy. Ik heb zelf in het crisisteam van de MH17 gezeten. Heel veel energie gestoken, ook in de nabestaanden. En dan zijn er beelden van het vliegveld en dan mogen de nabestaanden die beelden zien. Maar dat duurt dan maanden omdat de privacy van alle anderen op het vliegveld beschermd moet worden. Die moeten allemaal geblurred worden. Dan denk ik, jongens, schiet even op. En dat vind ik dus een volstrekt doorgeschoten privacybelang. Ja, ja. Herken je de punten die Luca net toelichtte over de kritiek op de wet die hij heeft? Nou, hij is vrij resoluut in het afwijzen van de wet. Terwijl ik zeg van, kijk eens om je heen, kijk eens in Europa, kijk eens in de wereld. Ik denk niet dat er een wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten is waar de bevoegdheden zo uitgebreid beschreven zijn, waar allerlei waarborgen zijn ingebouwd, waar echte toezicht is enorm. Ik ben wel eens bang dat het de effectiviteit van het werk van de diensten ondermijnt. Je moet zoveel lasten aanvragen, je moet zoveel verantwoorden. Dat is een administratieve last. Daar heb je de helft van de dienst al voor nodig, zonder dat je überhaupt nog operationeel actief bent. Mm-hmm. Dus ik denk van, tel je zegeningen. We hebben hier, toezicht is belangrijk. Macht moet altijd gecontroleerd worden en onafhankelijk gecontroleerd. Daar ben ik erg blij mee.
En als we nu nee zeggen, zijn we weer 2 jaar verder en hebben we dus geen tip, hebben we geen... Wat is tip? Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Ja, daar hebben we het zo direct nog in meer detail over. Ja. Die dus voor de inzet van bijzondere inlichtingmiddelen altijd toestemming moet geven. Onafhankelijke club. We hebben de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die kijkt nu vooral achteraf. Die mag in de nieuwe wet het hele proces meekijken. Voortdurend een stok tussen de wielen steken als ze vinden dat het te ver gaat. Of niet proportioneel is of niet noodzakelijk is. Mm-hmm. Er is nogal wat geregeld in die nieuwe wet. Als we dat nou allemaal wegstemmen straks, dan zijn we 2 jaar verder. En ik zou zeggen, tel je zegening en probeer uit deze discussie de terechte kritiekpunten. Ik heb bij Luca ook een aantal terechte kritiekpunten. Zoals? Zoals bijvoorbeeld het delen van ongeëvalueerde bulkdata met buitenland. Dan zijn allerlei waarborgen ingebouwd dat er per land waar je die informatie mee wisselt een weegdocument komt of daar alles wel goed geregeld is met betrekking tot de wetgeving en de bescherming van die gegevens. Okay, maar dat vind je een valide punt en daar moeten we heel naar kijken. Valide punt. Okay. Ik vind dat een stap te ver. Ik vind niet dat een soevereine staat als Nederland gegevens over Nederlandse burgers, waarvan ze niet weten wat erin staat, want het is ongeëvalueerd, deelt met een land als Amerika of Groot-Brittannië, et cetera. En is deze wet daar voldoende? Daar gaan we, ik ben benieuwd naar jouw reactie, Astrid, maar is dat in deze wet voldoende gewaarborgd dan, deze check? Nee, even nog naar jou. Oh, naar mij. Ja. Nee, ik vind niet. Ik vind dat daar echt dat daar nog veel striktere regelgeving op zou moeten komen met een reparatie, weet je. Ja, reparatie, weet je. Ja. Nou, zo gepiept toch, Tweede Kamer. Astrid, je bent erbij. Nou, volgens mij is er al een soort van verwarring over die nee-stem. Want wij kunnen nee zeggen, maar die wet die is inderdaad... Je bedoelt het referendum? Ja, het referendum. Ja, ja, ja. Dus wat ik hiernaast hoor van, we gaan nee zeggen, dus de dienst kunnen hun werk niet meer doen. Dat vind ik ook een soort van bangmakerij waar ik echt niet aan mee wil doen. Dat zeg ik niet. Volgens mij het punt is dat de toetsing vrij fors is, waardoor je in het normale bedrijf redelijk veel werk hebt. Gewoon een administratieve toetsing. En terecht zou ik zeggen. Ja? Ik bedoel, het is nogal wat. Hè. Het is nogal een inbreuk op je privacy. Als we echt gaan doen wat er in die wet staat. Voor een hoger belang, hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Voor een hoger belang waarin gezegd wordt, waarin we misschien 100% veiligheid gaan bieden. Dat kun je nooit waarborgen. Dat kun wat je zijn echt de dingen waarborgen. Die jou echt, want we gaan zo direct nog een gesprek over wat meer die toetsing hebben. Dan krijgen we ook wat meer de toelichting over die TIB, CTIVD. Als ik het goed zeg. Maar wat voor dingen gaan echt gewoon te ver voor jou in deze wet? Ik vind de reikwijdte echt te ver gaan. Mm-hmm. Ik vind echt het moment dat je zegt van, als mijn buurman contact heeft in Syrië en dat er volgens de hele straat, de wijk en desnoods een hele stad de data verzameld moet gaan worden. De vraag is ook, hoe groot is op een gegeven moment die speld in die hooiberg? Mm-hmm. Er wordt nu al ongelooflijk veel data verzameld. Dat moeten we ook in de gaten houden. We weten nu achteraf altijd te zeggen van, die en die was al in beeld. Nou, dat is hartstikke fijn dat hij al in beeld was. Waarom was hij niet op tijd gepakt? Ja, dan is het toch ook vaak gaat het over heel veel bulkdata die we al hebben. Er is al heel veel beschikbaar. Zorg nou, en dan kom je op het volgende punt. Wat ik ook echt, dat staat niet in de wet. Mm-hmm. Zorg nou dat je de juiste mensen krijgt. En dan wil ik de dienst ook ondersteunen. Hoe bedoel je de juiste mensen krijgt? Dat je dus echt de goede data-analisten ook binnenhaalt. Dat je niet alleen maar investeert in machines, maar dat je ook investeert in mensen. En dat zit niet in die wet, dat zit niet in dat debat. Echt een HR-argument, maar je PNO, werkmeerselectie. Zeker. Okay. En volgens mij is dat een groot onderbelicht punt in deze. Mm-hmm. Want wat je uiteindelijk nodig hebt, is ook gewoon de bromsnor op de hoek van de straat. Die heb je gewoon nodig. Mm-hmm. En die wordt helemaal nergens besproken. Niet in debat, niet in het uitwerking van deze wet. Tuurlijk, data is heerlijk. Hè? Dan kunnen we, dat weten we van alle commerciële bedrijven. Die zijn gek op data. Het is ook fijn. Paul, maar vervolgens moet je er wel iets mee gaan doen. Paul, minder bevoegdheden, betere mensen. Ik denk dat die mensen die bevoegdheden keihard nodig hebben. Want je moet wel begrijpen wat inlichtingwerk is. Dat is geen opsporingswerk. Als je zegt van als er een aanslag is, dan is degene al bekend. En dan hadden ze hem al lang moeten kunnen pakken. Nou, dat is nou net de essentie van inlichtingwerk. Dat je te maken hebt met mensen die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd. Die je zo goed mogelijk in beeld moet krijgen. En pas op het moment suprem dat ze echt op het punt staan iets te doen, moet je interveneren. Mm-hmm. En dan heb je want je moet werken met snippers informatie. Dan heb je dus die snippers keihard nodig om die ene persoon en die ene spion of terrorist of cyberattacken. Helder, maar toch leeft er wel het beeld dat je achteraf hoort van, goh, dit was op de een of andere manier wel bekend bij een dienst of bij verschillende diensten, maar de
tijd ontbrak of er was onvoldoende analyse gepleegd op de beschikbare informatie. En dit had eigenlijk wel bekend kunnen zijn. Nou, gaat deze wet dan dat oplossen? Nee, die wet lost dat niet op. Maar die wet geeft in ieder geval de dienst de nodige bevoegdheden om in ieder geval die snippers informatie binnen te halen die je de kans vergroten dat je zo iemand tijdig op het spoor komt. Mm-hmm. Want de garantie dat je iedereen tijdig op het spoor komt, kun je nooit geven. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe Mohammed B., waar de dienst bovenop zat, waarvan je wist, hij zit in een jihadistisch netwerk. En toch deed hij iets wat niemand verwacht had en wat niemand. We waren bezig om de vorige aanslag te voorkomen, die in Madrid, waar een groep veel reisde en met elkaar contact had. Dus die werden in de gaten gehouden vanuit die gedachte. Maar dat er één persoon, die alleen maar thee leek te schenken, één persoon ging vermoorden. Een vooraanstaande Nederlandse opiniemaker. Ja, dat is natuurlijk de grootste frustratie van de dienst. Maar je kunt niet in hoofden van mensen kijken. Dus mm-hmm. Je moet het echt met snippers informatie doen. En dan zeg je, en jouw argument is dan uiteindelijk, meer snippers is meer informatie. Ja, dus een grotere kans dat je toch tijdig bij degene komt die je moet hebben. Mm-hmm. Dus dan zou je een lone wolf zou je kunnen pakken doordat je een hele stad afgeluisterd hebt? Nee, de hele stad afluisteren is een waanbeeld. Huip heeft het terecht gezegd, die hele bevoegdheid, als je die goed leest, dan is dat heel gericht ongericht. En de hele stad heb je niks aan, want dan kom je er niet bij. Maar als jij een lone wolf, wat uiteindelijk iemand in zijn eentje zoiets kan doen, als je daar toevallig toch wat contacten kunt vinden, omdat jij denkt van nou, die jongen is met iets verkeerd bezig en hij heeft net dat ene contact dat essentieel is. Dat heb ik ook een paar keer meegemaakt. Die net dat ene contact op het spoor komt, waardoor je wel degene eruit kunt pikken die of met de wapens bezig is of die iets van plan is. Ja, dan heb je toch die bevoegdheid net nodig. Het lastige hierbij is toch een beetje, je werkt nu de suggestie dat we er dus beter in worden, dat we meer gaan voorkomen. Tegelijkertijd is dat nooit helemaal. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, ik heb het idee dat je die suggestie wel een beetje weg hebt. Alleen, je hebt die bevoegdheden nodig om zoveel mogelijk om die risico's zoveel mogelijk te reduceren van degene die kwaad kan zinnen. En ja, daar heb je als samenleving een grens aan te stellen. Hoe ver ga je? We gaan niet zover dat we mogen arresteren, verhoren of wapens dragen als diensten. Maar we hebben wel bevoegdheden om dicht bij informatie te komen. Nou, laten we die bevoegdheden optimaal gebruiken. Hoe verhoudt het zich met andere landen om ons heen? Op de website, de voorliggende website van de Rijksoverheid, zag ik dat we een beetje een inhaalslag hebben te maken als we het vergelijken met andere landen, waarbij dit soort wetgeving al is aangenomen, goedgekeurd en in werking is getreden. Is dat inderdaad het beeld dat wij hierop achterlopen wat jou betreft? Nee, ik denk dat we hierop voorlopen. Als het gaat om toezicht, als het gaat om beschrijving van bevoegdheden. Ja, maar dat de wet hiervoor nodig is om dat andere landen. Om buiten te blijven, ja. Dus andere landen hebben dit soort wetten al aangenomen? Nee. Ik denk dat er geen land aan te wijzen is dat een zo uitgebreide wet op de inlichting veiligheid is. Oké. Zijn we goed in intelligence? Ik vind dat we, nou ja, Huip heeft iets onthuld. Ik weet niet of het waar is wat hij onthuld heeft. Maar dan vind ik als professional inlichting officer, vind ik dat zou ik daar heel trots op zijn als dat zo gelukt is. Ja. Dus ik denk dat we in ieder geval in de wereld wel een reputatie hebben. Oké, het beeld zou dan ook een beetje kunnen postvatten dat het blijkbaar al goed gaat. Ja, maar je moet wel blij blijven bij de tijd. Hè? Nieuwe bevoegdheden hebben vooral ook te maken met nieuwe technologische ontwikkeling. Je moet wel bijblijven, moet je ook wettelijk bijblijven. Als het voor jou, wat zijn goede dingen aan de wet? Ja, ik vind het goed dat de diensten nu volgens de wet dingen kunnen gaan doen die ze eigenlijk al deden. Of misschien zeg ik nu wel hele gekke dingen. Dus ik ben wel blij dat nu in wet goed vastgelegd wordt. Of is, moet ik zeggen, want de wet is er natuurlijk al door. We kunnen net doen of niet zo is, maar het is wel zo. Ik vind toezicht goed, maar kan beter. Dus inmiddels is nu ook de nieuwe commissie ingesteld, waar Ronald Prins in zit, waar ik op zich heel blij mee ben. Ik had het ook fijn gevonden als Bart Jacobs daar ook bij zat. Ik begrijp ook Bart niet Jacobs goed. Is van, help ons Bart, even. Ja, hij is ook geen tegenstander van de wet, maar wel heel kritisch en privacy-expert. Dus ik vind het echt belangrijk dat we toch ook daarnaar blijven kijken. Ronald ook Prins in deze is van wet. Fox IT. Hè, die Ronald, is natuurlijk een van zijn meest bekende uitspraken. Is natuurlijk van liever de AIVD in mijn computer dan de Rus in de in of zoiets. Ik weet niet, de Rus in mijn tuin. Ja. Eens? Dus nou ja, dat. Nou ja, weet ik niet. Liever beide niet. Maar goed, daarvoor bescherm ik me goed. Gebruik ik goede encryptie. Dus ja, wat dat betreft moet ik altijd een beetje lachen om lachen is misschien gemeen. Maar
het idee dat criminelen zo dom zijn dat ze geen goede encryptie bijvoorbeeld zouden gebruiken. Dus mm-hmm. er zijn ook heel veel mogelijkheden om jezelf goed te beschermen. Gebruik van VPN, noem het maar op. Kan iedereen, kan iedere Nederlander. Dus ik zou veel liever daarop gaan zitten van bescherm jezelf. Als je echt niks... als je echt je privacy nog een beetje wil beschermen zelf, doe dat dan wel met de juiste mogelijkheden. Of ga helemaal niet meer online. Ja, weet je, dat. Ik kom vanuit de begintijd van internet. Dus mij krijg je er niet meer vanaf. Oké. Als je zegt consumenten kunnen zichzelf goed beschermen, kunnen criminelen dat ook? Paul, hoe kijk jij naar de mogelijkheid om voor criminelen om naar dezelfde mogelijkheden die net werden toegelicht te gebruiken, waardoor ze ook onzichtbaar blijven? Ja, dat is vooral een politieprobleem. Hè. Die gaan achter criminelen aan. Inlichtingendiensten zitten vaak meer achter spionnen en terroristen. Maar goed, die kennen dat soort middelen ook? Die kennen dat middelen. En je weet dat je voortdurend met een wapenwetloop bezig bent als het gaat om ook de technische middelen. Zij willen ongemerkt blijven, ongezien blijven. Dus die zullen elke mogelijkheid aangrijpen om ongezien te blijven. En jij wil proberen om ze toch te zien. Ja, dat is een continue wedloop die nooit ophoudt. Misschien even één zijstap. Ik meen te begrijpen dat een ander argument voor deze wet ook bedrijfsgevoelige informatie is. Dus niet alleen de veiligheid van burgers, aanslagen, die context, maar ook de informatie van koplopers van de Nederlandse economie die hun bedrijfsgevoelige informatie niet gelekt willen hebben naar concurrerende economieën. In hoeverre is dat een belangrijk argument wat jou betreft voor deze wet? Dan heb je het over economische spionage, contraspionage. Ja, we zijn altijd heel alert op defensieorderbedrijven en dergelijke. Maar wat is een nationaal belang bij economische spionage? Welk Nederlands bedrijf moet je dan beschermen? Is altijd een heel lastig onderwerp, economische veiligheid. En dat moet altijd ook verbonden zijn met de instandhouding van het maatschappelijk leven en dergelijke. Dus de kwetsbare sectoren, de vitale sectoren, daar zit vooral de inspanning op. En niet om Philips verder te helpen of welk ander Nederlands of half-Nederlands bedrijf. Oké, goed. Zijn er wellicht één of twee vragen uit de zaal? Meneer. Over proportionaliteit. Het is natuurlijk bekend dat de successen, tussen aanhalingstekens, die wellicht worden geboekt door inlichtingendiensten, die kunnen op een of andere manier niet gedeeld worden. Ook om natuurlijk dingen niet prijs te geven. Dus ik vind het heel moeilijk om dit soort wetgeving toe te laten, zonder dat we op een of andere manier idee krijgen van hoe effectief is het en hoe rechtvaardig is het en hoe succesvol of succesvoller kunnen inlichtingendiensten dan worden. Dus hoe zit het met die verhouding? Kan u daar iets over zeggen? Ja, het is natuurlijk een bekend probleem dat diensten zelden of nooit hun successen kunnen uitventen. Soms is de drang daartoe wel aanwezig, want het zijn ook mensen en ze willen ook als ze successen hebben. Het verhaal van Huip was natuurlijk prachtig. En ik kan me voorstellen, als dat klopt, dat er mensen bij die dienst werken denken, nou heb ik iets geweldigs gedaan en daar mag dan met niemand over praten. Ja. Dat er toch wel een soort interne drang is om daarover te praten. Maar we moeten irritatie vooral van, als het bekend wordt misschien wel, toch? Irritatie, want je haalt wellicht de woede van de Russen over je af. Je haalt wellicht je mogelijkheden liggen op straat die nog niet bekend waren bij de tegenstander. Maar we moeten het vooral van historisch onderzoek hebben. Iemand als Kees Wiebes hier in de zaal die uit het verleden een hele interessante operatie naar boven heeft gehaald en laten zien in een context waar het nu op dit moment minder kwetsbaar is als het bekend wordt. Maar die heeft daar toch hele aardige verhalen. Ja. Ik noem het de operatie Mongool. Dat zal u wellicht niks zeggen. Maar dat was in het verleden een hele succesvolle operatie binnen de BVD. Waarin iemand tot in de top van de Chinese en Albanese communistische partij kon doordringen. En daar informatie bracht waar de Amerikanen zelfs van smulden. Okay. En dat was een Nederlandse operatie. Maar los van dit voorbeeld, en even terug naar de vraag, dan gaat toch een beetje om, je zegt eigenlijk historisch onderzoek en een beetje het vertrouwen dat we dit nodig hebben voor de veiligheid van het land. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee pijlers waarop die... Het pijnlijke is dat als het fout gaat, dan heb je de zogenaamde intelligence failures en dan komt het vol op straat dat het fout gegaan is. Ja. Als het goed gegaan is, hoor je bijna nooit iets. Ja.
Ja, je kunt nuchtere dingen stellen als van, we hebben in ieder geval de afgelopen 10 jaar, of sinds Van Gogh, hebben we geen grote aanslag meer in Nederland. Maar komt dat door de inspanning van de veiligheidsdienst? Ja, probeer je dat maar eens te bewijzen dat het daardoor komt. Dat heeft in ieder geval niet tegengewerkt. Maar dat lijkt me heel lastig aan de governance van intelligence services, wat jouw vakgebied is, of je onderzoeksveld. Je komt daar nooit helemaal uit. Nee, dat is altijd een bronnenprobleem. Als dit. Nou ja, we hebben in Nederland ook een democratie. Daar kiezen we 150 mensen die vervolgens ons vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, in het parlement. En deze mensen hebben wel toegang tot de diensten en spreken wel daarover. En moeten naar aanleiding van die gesprekken wel, toch uiteindelijk hun keuzes maken. Maar dat zijn niet alle parlementariërs. Je hebt ook die commissie stiekem waarin een kleine... Nee, er zijn ook andere gesprekken met Kamerleden. Kunnen we zelf aanvragen. Ik zeg nu we... Het is nu ze geworden, want ik ben niet meer onderdeel van het parlement. Helder. Dus je kunt jezelf informeren. En dat is wel een van de dingen die ik ook heb gedaan. Ik heb echt expliciet dingen gevraagd. En daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Het zijn geheime gesprekken. Maar het zijn geen lichte beslissingen die je neemt als Kamerlid. Dus ik vind wel dat je uiteindelijk, als je dan toegang hebt tot dit soort informatie, of het onderwerp je nou interesseert of niet, vind ik wel dat je uiteindelijk kies je wel ook voor al deze mensen. Is die kennis in de Kamer voldoende aanwezig? Jij had echt een ICT-achtergrond, heb dat nog steeds, maar had je dus toen je in de Kamer zat? Ja, ik vind gewoon te weinig. En daar ben ik echt... Ik weet dat mijn collega's, ex-collega's mij dat ook niet in dank afnemen. Maar ik vind echt op het moment dat je woordvoerder bent over zorg, kun je ook niet zeggen, ik weet niet wat een pil is, of ik weet niet wat een huisarts eigenlijk doet. En zodra het over ICT, privacy, dat soort onderwerpen gaat, zegt iedereen, weet je, dat hoeft toch niet, Kamerleden toch niet te weten. Dus ik vind dat ze het wel moeten weten. Hoe lossen we dat op? Nou ja, door gewoon jezelf aan te bieden en gewoon met hun over te praten, dat doe ik ook. En ik weet dat heel veel mensen dat doen. Om langzaam en niet uit eigen belang, maar wel voor het belang van heel Nederland, die kennis over te dragen. Want het is ongelooflijk belangrijk. Bijna elke wet op dit moment gaat over data. Ja. Gaat over jou en mij, over onze... Maar dat mag je wel verwachten, toch, van Tweede Kamerleden? Daarna gaan we naar de laatste vraag, hoor. Maar als het publiek zich nu steeds meer naar aanleiding van het referendum aan het informeren is, mogelijk op dit soort avonden, dan zou je dat bij Kamerleden ook verwachten. Zeker als je dit in je portefeuille hebt. Ik merk wel dat ook Kamerleden nu gewoon vragen stellen. En verschillende van ons benaderen van, joh, leg het me nog eens een keertje uit. Waarom? En inderdaad, de PvdA draait, als je het zo mag noemen, want draait ze natuurlijk. Maar ook mede doordat gewoon heel veel mensen mij bellen en vragen van, joh, als jij hebt toen tegengestemd, leg nog eens uit wat was nou wat jou op dat moment het meeste dwars zat. Ben je benaderd door parlementariërs van andere partijen? Ben je daar ook voor beschikbaar? Ja, daar kom ik ook gewoon toe. Bellen. was hij toch nog tweede vinger of vergis ik me? Ja. Kijk, wat mij ook kan komen, dat moet lukken. Bedankt. Ik had nog wel een vraag aan de heer Abels over het voorbeeld van Mohammed B. de theeschenker. Want ik vroeg me af tot in hoeverre het mogelijk is onder de oude wetgeving, die nu dus nog steeds van kracht is, om dus de theeschenker alsnog af te luisteren, omdat hij toch al onderdeel is van een verdacht netwerk. Ja hoor, dat soort gerichte target acties op mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij jihadistische netwerken, daar mag je afluisteren, daar mag je tappen, daar mag je volgen, observeren, agentenoperaties, inbreken als het nodig is, dat mag van alles. Ja, Mohammed B. gooide zijn telefoon weg, heel lastig, dan kun je ook niet meer afluisteren natuurlijk. Ja, dat zijn simpele dingen, dus dan moet je microfoon in huis zien te krijgen. Maar ja, als je denkt dat niet hij, maar ander het probleem is, dan ga je niet hem afluisteren. Dus, dat is altijd heel moeilijk, die keuzes. Oké, als je het goed vindt, gaan we het hier even bij laten. Want we gaan even door. En wellicht dat aan het eind nog geplaatst is. En anders drinken we in ieder geval een drankje aan het eind. Met elkaar voor deze vragen. Wellicht Paul Abels en Astrid Ozenbrug. Veel dank voor jullie expertise en komst. We gaan naar het volgende tafelgesprek. En daarvoor wil ik graag uitnodigen Geert Kuiper. Hij is plaatsvervangend directeur van de MIVD. Hartelijk welkom Niede de Vries, Amnesty International, senior medewerker al daar. En Huib Modderkolk hebben we al even gezien aan het begin met zijn inleiding. En dames en heren, neem plaats. Ik ga eens kijken of wij nog een glaasje water. Nee, precies. Welkom.
We gaan het nu wat het net wat meer. Het loopt natuurlijk altijd een beetje door elkaar heen. Het woord toetsing is net ook al gevallen. Maar op zich is dit een beetje het blok waarin we het vooral over de toetsing gaan hebben. En daarna gaan we verder kijken of er ook nog andere voor's en tegens over de wet uit te wisselen zijn. Geert Kuiper, plaatsvangend directeur van de MIVD, zei ik al. Eerste vraag gewoon eventjes ter introductie. Vaak gaat het in deze context over de AIVD. Maar voor de MIVD is dit net zo'n relevant gesprek. Of zitten daar toch nog wat nuances in? Nee hoor, ik denk dat wij, net als de AIVD... Sorry, mag ik je uitnodigen voor een microfoon? Ja, nee. Heeft iedereen nu een microfoon? Ja, precies. Ja. Ik denk dat wij, net als de AIVD, enorm veel belang hebben bij deze wet om twee redenen. Wij zijn net als jullie hier in de zaal gewoon burgers van Nederland en kiezers. Ja. En zijn gesteld op onze privacy. Dus dat daar meer toezicht op komt in de nieuwe wet is een hartstikke pre. En tegelijkertijd zien we technologische veranderingen waardoor data niet langer meer door de schotel gaan. Althans steeds minder. En data en bits en bytes veel meer door de kabel gaan. En dat we daar ook bij willen. Om de veiligheid van die burgers tegelijk te bevorderen. Dus in die zin is veiligheid en privacy geen tegenstelling. Het is en wat ons betreft wordt in die nieuwe wet hartstikke mooi vormgegeven. En daar zijn we dus ook voor. Ja, en dat is dus zowel voor AIVD als MIVD relevant. Ja. Nien, als ik naar jou mag gaan. Hoe kijk jij naar de toetsing op de wet. Ik ga zo aan Huib vragen om die nog eventjes rustig toe te lichten in iets meer detail. Maar wat zijn jouw mogelijke kritiekpunten daarbij? Ik wil over toezicht zou ik graag willen beginnen door te zeggen dat onder normale omstandigheden zou de samenleving de overheid controleren. Maar het aard van het werk van de inlichting- en veiligheidsdiensten maakt het lastig. Hè? Begrijpelijk. Ja, inherent aan het werk. Maar daarom is het juist belangrijk dat extern en onafhankelijk toezicht heel goed geregeld is. Dat garandeert namelijk dat er wordt getoetst op rechtmatigheid of onrechtmatigheid of machtsmisbruik. Toezicht achteraf is in Nederland al geregeld. We hebben een toezichthouder, de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, afgekort CTIVD. En die toetst de rechtmatigheid van het handelen van de diensten tijdens en na afloop van de uitvoering van de activiteiten. De oordelen die zij daarover geven, die zijn echter niet bindend. De ministers die mogen die naast zich neerleggen. En ik leg later graag meer uit over. Maar Amnesty zou graag zien dat dat oordeel wel bindend wordt. En niet tot een advies verblijft. Oké. Huip. Goed dat je er weer bent. We hebben jou in dit gesprek natuurlijk als de expert van buiten, zeg maar. Hoe kijk jij naar die toetsing? Kan je nog heel even kort toelichten? Want er zijn een aantal dingen van je, want die TIB is nieuw. CITVD bestaat al. Neem ons even mee in de hele context. Ja, je zou kunnen zeggen, het toezicht verbetert. Het is zo dat er inderdaad een CTIVD is die achteraf kijkt naar de toestemming die ook al vooraf wordt gegeven door een minister en ook al wordt voorbereid door de dienst. Dus het is niet zo dat de diensten gewoon maar beginnen. Nee, dat is een heel juridisch proces. Sterker nog, die AIVD is zo gejudiceerd dat ze er permanent over klagen. En met reden, als je ziet hoe dat intern gaat, dan zou je er zelf gek van worden. Je gaat van voorstel naar toezicht naar toetsing. Ja, dus je gaat bij elke tap, letterlijk elke tap die moet worden gezet bij iemand, moet een motivering eerst hebben. Dat wordt dan naar het hoofd van de juridische zakenstudie bekijkt dat, of die motivering goed is. Als het niet goed is, gaat het terug. Als het wel goed gaat, naar het hoofd van de dienst. Ja. Is het daar goed, dan gaat het naar de minister. De minister gaat dan kijken, van, ja, vinden we dit goed? En let wel, dan kun je denken, de minister kut zijn eigen vlees, dat is ook zo. Maar die minister is wel politiek verantwoordelijk. Ja. Dus stel nou dat achteraf wordt geconcludeerd, nou die minister die geeft telkens toestemming, maar dat vinden we eigenlijk onrechtmatig. Dan heeft die minister iets uit te leggen aan de Tweede Kamer. Ja. Dus dat is niet helemaal voor een goede weging. Nee, ik begrijp het. Dat is als beeld van hoe lang duurt dit? Zijn we een week verder? Zijn we het kan een half uur? Als het spoed is, kan het snel gaan. Maar het, volgens mij is het zo dat er wekelijks met een stapeltje gaat het zo van de dienst naar de minister van Binnenlandse Zaken. Dan komt er iets bij. Dan komt de toetsingscommissie, daar zitten twee onafhankelijke rechters en een technisch expert, Ronald Prins inderdaad, in. En die gaan kijken van ja, vinden wij dit ook rechtmatig? Zeggen zij van nee, dat vinden wij niet rechtmatig, dan gaat het weer terug. Dan gaat het niet door. Ja. En daarna dat wordt is die nieuwe commissie, hè? Dat is een nieuwe commissie, die is er dus bijgekomen. En daarna krijg je dus de CTIVD. En daarna zit er nog iets. Nou, ja, en daartussen zit dus het eigenlijke werk. En dus achteraf werk, komt die CTIVD. Het is overigens wel zo dat er in één geval bindend kan worden geoordeeld. Als er een klacht wordt ingediend door iemand, dan kan er wel degelijk bindend worden geoordeeld. Ook door de CTIVD. Voort is het zo dat er nog een controle zit bij de commissie stiekem. Mm-hmm. En ook nog eens bij het parlement.
Ja. Dus nou ja, luister even, het is heel versnipperd. Maar het is niet zo dat er, dat er dus nauwelijks toezicht zou zijn. Ja. Of dat dat toezicht, want daar heb ik toch een beetje moeite mee met dat, hè, van die algemene termen als het is allemaal gedrocht, het is allemaal fout. Ik zou zeggen, lees de wet eens gewoon rustig door. En dan zie je hoe het georganiseerd is. Dan kun je ook wel kritiek op hebben. Ik denk ook dat dat zeker mogelijk is. De bewaartermijn is vrij lang. Maar, sorry, wat is vrij lang? De bewaartermijn bijvoorbeeld. Bewaartermijn, dus ja. Waarom is dat ook? Kun je motiveren. Die drie kan jaar. Zeggen, doe het anderhalf jaar en je mag het met anderhalf jaar verlengen. Of doe het een jaar en je mag meer. Goed, het zijn allemaal. Maar ja. Het is zo dat dat toezicht is heel sterk aanwezig. Ja. En dat wordt beter, ja, wat je er ook van vindt, maar het wordt in ieder geval beter dan in de huidige wet. Ja. Er ontstaat een beetje beeld bij de MIVD en de AIVD dat je erg veel tijd nodig bent met het aanvragen van toestemming om bepaalde zaken te checken. Is dat inderdaad een klacht van medewerkers? In de zin van, goh, ik zou zo graag meer willen, maar het is echt moeilijk om dat te doen, omdat het zoveel tijd kost om iedere keer die stappen te nemen. Staat gewoon aan. Het is een werkbare wet. We zijn bij de voorbereiding betrokken geweest. En wij vinden dat dit kan. Het gaat ook wel ergens over. Het gaat over schending van de privacy van burgers. Mm-hmm. Dus dat moet goed geborgd zijn. En de nieuwe wet borgt dat beter dan de oude wet. Wat één ding is wat ik hier nog wel even in de orde wil stellen, is dat als we kijken naar het schenden van de privacy, dat is pas iets wat in een heel laat stadium aan de orde komt. De wet verplicht ons dat wij eerst in open source gaan kijken of we zonder bijzondere bevoegdheden te gebruiken ook antwoord kunnen geven op de vragen die tot ons komen. En als je kijkt wat er aan kennis en informatie op de wereld wordt geproduceerd, dan zijn heel veel vragen en antwoorden over militaire capaciteiten, over intenties van tegenstanders, in open source materiaal te vinden. Ja. En dat betekent ook dat je pas in een heel laat stadium toekomt aan de vraag, moeten we bijzondere bevoegdheden gebruiken en welke bijzondere bevoegdheden zijn dat dan? Is er iets te zeggen over de frequentie waarin dat dan, hè, als je zeg maar, misschien is het heel simplistisch gesteld, maar zo'n team bijvoorbeeld inhoudelijke vragen zijn, dat je bij wijze van spreken 9 keer dat open source kan vinden en 1 keer echt zo'n aanvullende bevoegdheid nodig hebt? Of is dat te simpel gedacht? Werkt het zo niet helemaal? Omdat het altijd een verdieping is op. Ik ben even benieuwd hoe vaak dat voorkomt. Het is lastig om vrij specifiek te zijn als het gaat om de interne werkwijze van de dienst. Maar u kunt van mij aannemen, ook als u kijkt naar de productie van kennis door kennisinstituten, door journalisten, dat op een hele hoop vragen antwoord gevonden kan worden in open source. Als je maar heel goed weet waar je moet zoeken. Ja. Er is heel veel kennis in de wereld. Doe daar je voordeel mee. En alleen in hele bijzondere gevallen. Kijk, wij hebben aandacht voor, heeft ISIS belangstelling voor chemische wapens? Dat zult u niet snel op internet vinden. Daar heb je de kabel voor nodig of daar heb je de schotel voor nodig. Hebben ze belangstelling voor drones? Om welke specifieke groeperingen gaat het dan? Hebben ze misschien ook de intenties die kennis hier in Europa te gebruiken? Met wie hebben ze daar toen contact? Dat zijn allemaal zaken waar het voor nodig is bijzondere bevoegdheden in te zetten. Ja. Hoe vaak gebeurt zoiets op jaarbasis? Is daar iets over te vertellen? Ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen. 500? Nou, ze worden meestal voor 3 maanden goedgekeurd. En daarna moet er gekeken worden of het noodzakelijk is ze te verlengen. Mm-hmm. Stukken krijgt de directie voor ogen. Ik denk dat als het, en dat is het ingewikkelde, een stuk of 20-30 stuk zijn, dat dan ongeveer de hoeveelheid is. Ja. Maar daarin kan wel een bijlage zitten waar het gaat om een redelijk aantal bijzondere bevoegdheden ten aanzien van personen of organisaties die onderwerp van onderzoek zijn. Okay, bij de AIVD gaat het ongeveer om tussen de 2.000 en 3.000 taps per jaar. Dat lijkt heel veel. Maar kijk naar de politie, die zit ongeveer rondom de 70.000, 80.000. Dus als je die verhoudingen ziet, dan zie je ook dat dat een beetje mank loopt. Dit is wel het beeld van Nederland tapland, dat klopt. Maar dat zit vooral doen bij het echt meer dan andere landen? Ja, maar de politie doet dat. Doen de inlichtingendiensten niet zoveel. Okay. En dat is ook, als je dan, ik heb net een beetje uitgelegd hoe dat toezicht werkt, maar vergelijk dat eens met de politie die bijzondere bevoegdheden inzet, of die huiszoekingen doet, et cetera, dan wordt het getoetst of aangevraagd bij een rechtercommissaris. Mm-hmm. Maar wanneer wordt dat eigenlijk getoetst? Dat wordt pas getoetst als er een rechtszaak komt. En als dat ook in het dossier komt te zitten. Dus hier zit een pleidooi om dat voor de politie eigenlijk beter te regelen dan we dat nu doen. Nou, dat is niet pleidooi, maar we hebben het heel vaak over die inlichtingendiensten. Ja. Daar zijn allerlei redenen voor, want die mogen dat ook heel ingrijpend doen. Maar we vergeten wel eens dat de politie een veel grotere organisatie is. Soms net zulke ingrijpende bevoegdheden heeft, waar veel minder toezicht op is. Okay. En dan nog los van de Belastingdienst. Ja.
toch zitten we hier om nu over deze wet te praten. En over de bevoegdheden en de waarborgen die deze wet ons allen bieden. Over die toetsingscommissie vooraf wil ik eigenlijk ook nog wel even kort iets zeggen. Misschien is het handig om even uit te leggen, hè, dat de wet maakt onderscheid tussen algemene en bijzondere bevoegdheden. De wet die beschrijft namelijk de taken van de algemene en van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. En voor al die taken mogen ze algemene bevoegdheden inzetten. En slechts voor een selectie daarvan mogen ze bijzondere bevoegdheden aanwenden. En over het algemeen betekent dat, hè, dat die bijzondere bevoegdheden een verdergaande inbreuk op onze privacy of andere mensenrechten maken. En niet elke inbreuk is niet toegestaan. Hè? Maar de vraag waar het hier steeds om gaat is van, is de inbreuk die gemaakt wordt een rechtmatige of een onrechtmatige inbreuk? En daarover kunnen we misschien met elkaar van meningsverschillen. Mm-hmm. Nou, die toetsingscommissie die nu in het leven wordt geroepen en die vooraf de toestemming van de minister moet gaan toetsen, die geldt uitsluitend voor de inzet van bijzondere bevoegdheden. Dus niet voor de algemene bevoegdheden. En dan ook nog niet voor alle bijzondere bevoegdheden. En wat voor soort algemene bevoegdheden maak jij het meest druk om dan? Of? Ik kan me druk maken over de algemene bevoegdheid dat inderdaad voor het raadplegen van informanten, straks in elk geval nu ook in de wet vastgelegd, de diensten directe toegang kunnen krijgen tot data bij bedrijven als die bereid zijn om daar vrijwillig aan mee te werken. En met name omdat ik vrij onduidelijk vind geregeld hoe die processen precies verlopen. En je ziet ook, hè, in een rapport wat onlangs gepubliceerd is door de toezichthouder over die datasets die verworven zijn, dat het beleid op dat vlak, wat ook onder de raadpleging van informanten verworven is, ontbrak. En dat er afspraken zijn gemaakt om dat beleid nu op papier te zetten, zodat dat kenbaar is voor iedereen in Nederland. Ja. Niet meer alleen maar bij de diensten. En voor mijn begrip, dan heb je het over een setting dat een bedrijf wordt gevraagd door de AIVD. Er werkt iemand bij jullie die vanwege zijn werk veel in een land komt waar we bepaalde, en die zouden graag vragen stellen en daar hoeft geen toestemming voor. Maar het bedrijf kan wel nee zeggen. Het bedrijf kan nee zeggen, maar als ze bereid en je weet niet welke bedrijven of andere organisaties of overheidsinstanties daaraan meegewerken. Dat blijft onzichtbaar voor ons. Maar goed, dat gaat misschien even wat te ver. Ik wil toch nog, er wordt wel vaak gezegd dat toezicht, dat het nu wel erg zwaar geregeld is. Maar ja, ik vind het vrij vanzelfsprekend dat als geconcludeerd wordt door de toezichthouder dat er onrechtmatig gehandeld wordt voor de diensten, dat ze toch even kunnen doorpakken. Ja. En dat je dat niet binnen dezelfde uitvoerende macht houdt om te beslissen of dat aan de kant geschoven mag worden of niet. Want kijk, mensen moeten zich effectief kunnen verweren, hè, tegen onrechtmatig overheidsoptreden. En Huip haalt terecht het middel van een klacht aan. En het zegt hartstikke goed dat nu in de nieuwe wet geregeld is dat er een bindend oordeel over een klacht moet worden gegeven. Maar ik denk dat in de praktijk er helemaal niet zoveel klachten ingediend gaan worden. Want hoeveel mensen weten nou, hè, of zullen het idee hebben dat ze, dat zij of hun communicatie onderworpen is aan onderzoek aan de diensten. Meneer Kuiper, herkent u het beeld puur vanuit een, zeg maar, checks en balances-achtige argument? Dat het raar is om dat, zeg maar, binnen kamers, om het even zo te zeggen, daarover te oordelen? Nou, misschien kan ik het beeld een kwartslag draaien. Want dit is de discussie zoals die vanuit het nationale domein wordt gevoerd. Mm-hmm. Wij kijken vooral naar omgevingen in het buitenland. Naar Syrië, naar Irak, naar Afghanistan, naar Mali. En wij passen de WIF naar analogie toe in het buitenland. Dat betekent dat als wij het hebben over het borgen van grondrechten door een TIP, dat die grondrechten niet alleen gelden voor Nederlanders in Nederland, maar ook voor de omgevingen waar wij acteren. Mm-hmm. In die zin is de manier waarop wij omgaan met die bevoegdheden die in de wet staan, iets waar een heleboel landen wat mij betreft een voorbeeld aan kunnen nemen. Omdat er heel veel landen zijn waar geheime diensten en de geheime politie vrijspel hebben regent hun burgers. Dat mensenrechten met voeten worden geschonden. Mm-hmm. En dat in feite deze nieuwe wet een soort exportartikel is om duidelijk te maken dat je ook op een fatsoenlijke manier het werk van een inlichtingendienst kunt bedrijven. In die zin is het eigenlijk een soort amnestiewet die bredere belangstelling dan alleen in Nederland verdient. Oké. Maar goed. Leuk gespind. Ja, want als je het vergelijkt met ergens waar het natuurlijk totaal niet goed geregeld is, doe je het al snel beter. Helemaal eens. Nina, hoe kijk jij naar? Nou, ik denk exporteer dan vooral een wet waarin die 73... Nee, grapje. Maar waarin al die amendementen die het niet gehaald hebben ook nog even verwerkt. Nee, dat is een beetje flauw. Ik ben echt serieus over een bindend oordeel door een toezichthouder die echt gewoon de enige is die dat punt is gemaakt. Nog een klein ander puntje wat ik best wel over toezicht wil maken. En dat is namelijk, en daarna gaan we iets breder. Dan trek ik hem iets breder en dan haak ik ook nog even aan bij waar de heer Abels
ook over heeft uitgesproken dat hij daar niet een fervent voorstander van is. Het gaat namelijk over het uitwisselen van ongeëvalueerde gegevens met de buitenlandse diensten. Dat is ook iets waar Amnesty International zich in hoge mate zorgen over maakt. En natuurlijk moet je kunnen samenwerken met buitenlandse diensten. En naar mijn oordeel is het regime voor samenwerking behoorlijk degelijk geregeld in de wet. Hè. Al die criteria die afgewogen moeten worden op basis waarvan besloten wordt of je samenwerkt, dus ja, in welke mate. Maar het neemt niet weg, er mogen ongeëvalueerde gegevens gedeeld worden. En dat betekent dat er eigenlijk geen risico-inschatting hoeft gemaakt te worden van het delen van die gegevens. Nou, Amnesty weet echt als geen ander dat er machthebbers op de wereld zijn, u haalt het zelf net aan, die gegevens misbruiken om kritische mensen te onderdrukken, activisten, journalisten te onderdrukken. Over welke regimes maak je dan het meest zorgen? Op dit moment kan ik me best zorgen maken om Turkije, waar onze voorzitter nog steeds in afwachting is van een eerlijk proces vanwege vermeende terroristische activiteiten. Ja. Ik bedoel, soms gaat het zo gek. Maar goed, het punt wat ik wil maken is dat het toezicht in Nederland op de verwerving van die gegevens kan goed zijn. Het oordeel daarover kan goed zijn. Maar zodra die gegevens het land hebben verlaten, is ons toezicht weg. En je kan er afspraken over maken, maar niemand kan checken of die nagekomen worden. Ja, ik vind het een goed punt. Aan de andere kant, als je die wegingsnotitie ziet, dan weet je ook dat dit soort gegevens nooit naar Turkije kunnen gaan. Waarom niet? Omdat ze ongeveer aan alle drie de criteria niet voldoen. En die criteria zijn? Democratische inbinding van de diensten. Geen autoritair regime, zeg maar. Nou goed, mensenrechten waarborgen. Dus dat is kansloos voor Turkije. Maar goed, alsnog wel een valide. Ja, waar zit jouw angst dan? Want dit klinkt als... Plus de wet maakt mogelijk dat het ook buiten samenwerkingsverbanden omgedeeld mag worden. Ook al is het maar een organisatie. Nou, ik zou ook inderdaad zeggen, doe bijvoorbeeld een check van die toetsingscommissie. Waarom zit die hier bijvoorbeeld niet op? Dat is een punt. Ja. Toch één voorbeeld hierbij. Nederland heeft ooit in het, dat heeft de MIVD gedaan, op verzoek van de Amerikanen voor de kust van Somalië geïntercepteerd. Daar ging die bekende 1,8 miljoen om. Die gegevens werden ook in bulk doorgezet naar de Amerikanen, maar daaruit werden de Nederlandse telefoontjes, dus het ging om satellietverkeer van Somalië, onder andere naar ook dus Nederland, die Nederlandse telefoontjes werden automatisch uitgefilterd. Dus zelfs naar een bondgenoot als de Amerikanen, waar we enig mee samenwerken, daar, en die dus aan die criteria zou voldoen, daar werden dus de Nederlandse gegevens al uitgehaald, omdat het niet echt de standaardpraktijk is om dat soort gegevens van eigen landgenoten te delen. En dat zal zeker in het geval van Turkije niet gebeuren. Dus ik vind het terecht punt om de waarborgen goed te hebben. Ja. Maar de angst dat naar Turkije zou gaan lijkt mij wat overtrokken. Oké, een abstractieniveau hoger. Een ander punt wat je zou kunnen zeggen, je bent minder geneigd, gewoon vrije meningsuiting. Hè? Het woord jihad op zoek omdat je daarin geïnteresseerd bent, of omdat je als journalist daar onderzoek naar doet, kan al misschien. Hè? Dat is ook een punt wat je wel eens hoort. Is dat iets waar je zorgen om maakt? Nou ja, goed, privacy is een mensenrecht wat op zichzelf staat. Hè? Ik hoop dat mensen nadenken over wat privacy hun biedt. Maar privacy is ook heel erg van wezenlijk belang voor de realisatie van andere mensenrechten. En ja, wij kunnen ons wel zorgen maken om het gevolg of zelfs misschien uiteindelijk verlammende effecten op andere mensenrechten inderdaad. Want uiteindelijk, ik zeg niet dat dat nu direct gaat gebeuren, maar uiteindelijk kan van veel toezicht en surveillance op van alles wat mensen doen, zien, lezen, kijken en bespreken een verlammend effect uitgaan. En zijn ze minder geneigd om nieuwe ideeën, ook minder gangbare of hele impopulaire ideeën te verkennen. Terwijl dat wel heel essentieel is voor de ontwikkeling van een vrije samenleving. Kuiper, herkent u deze gedachte, deze dynamiek? Ja, en daarom is het denk ik heel erg belangrijk. Daarom is het heel erg belangrijk dat de bijeenkomsten zoals dit zijn, dat rapporten van de Commissie van Toezicht indringend worden besproken, niet alleen in de pers, ook in de Kamer. Om ervoor te zorgen dat we de lessen leren die we moeten leren. En dat we al zo over 2 jaar de nieuwe wet gaan evalueren. Dat we een nog betere wet maken dan de wet die er nu ligt. Hoe belangrijk is voor u uiteindelijk gewoon het vertrouwen in diensten? Want je kan natuurlijk wel het net een beetje over dilemma. Hè? Het aansturen van veiligheidsdiensten heeft inherent een aantal dilemma's, brengt het met zich mee. En moeten we op een gegeven moment mensen ook vertrouwen die daar werken, bij wijze van spreken, omdat we in een bepaald bestel met elkaar omgaan en dat we, enzovoort, enzovoort. Is dat uiteindelijk ook een beetje waar het op neerkomt? Dat we heel lang kunnen praten over toezicht, maar dat je het uiteindelijk niet 100% kan regelen? Bij een inlichtingendienst werken mensen zoals u en ik, gewone mensen, die trots zijn op wat in Nederland allemaal geregeld is. En die er helemaal niet op uit zijn om de wet te overtreden. De discipline begint in de eigen organisatie op binnen de kaders van de wet te werken.
Dus als ik met mijn kinderen naar het hockeyveld ga, is het ook het eerste wat ze moeten leren binnen de lijntjes spelen. Stoppen, slaan, de techniek. En dat is ook wat wij onze mensen leren. Als de IVD kleurt binnen de lijntjes. Ja. En IVD ook. Ja. Okay. Nog even toch en anders is er een commissie van toezicht of een tip die ons daarop wijst. Ja. Nog even naar het punt van de arbeidsmarkt. En daar gaan we weer even de zaal in. Maar de krappe arbeidsmarkt. We gaan niet zeggen dat er slimmere, betere mensen moeten gaan werken. Maar toch, het is een hele krappe arbeidsmarkt. Het is blijkbaar ook een veiligheidsvraag. En er moet veel uitgezocht worden. Is het voor jullie nu lastig, zo puur conjunctureel gezien, om nu goede mensen binnen te halen? IT-bedrijven hebben mooie aanbiedingen. Als je bij een inlichtingendienst gaat werken, ga je er niet voor het salaris werken. Je gaat er werken omdat je inherent gemotiveerd bent om de belangen van Nederland veilig te stellen. Mm-hmm. Wij krijgen op een open vacature 100, 200, 300 mensen. Is het zo? Er zijn ook wat schaarsere beroepsgroepen, zoals data-analyse, data-scientist, IT. Nou ja, precies. Daar hebben we het maar over, daar ja. Gaan we maatwerk leveren. Defensie heeft daar ook meer terreinen, mogelijkheden voor. Om in individuele gevallen, maar ook voor bepaalde groepen, andere beloning te realiseren. Dan moet ik even Tom het door laten dringen. Wat voor beloning hebben we het dan over? Ja, ik begrijp dat u interesse heeft. Nou, ik denk dat ik niet kwalificeer. Dat lijkt me vrij aan mijn huid. Daarentegen zou natuurlijk studenten zeggen, dat heel goed kunnen. Nee, maar ik ben op geen enkele manier interessant voor de MIVD, want ik ben niet IT-savvy genoeg, denk ik. Maar toch, heel eventjes, want de andere beloning, want dan heb je het over secundaire arbeidsvoorwaarden of zo. Dus niet het loon, daar kan je misschien niet mee concurreren met IT-bedrijven in de markt. Wij hebben de mogelijkheid om tijdelijk periodieken toe te kennen of bovenschalig te belonen. Oké. Okay. Nou, als u geïnteresseerd bent, dan weet u waar moet zijn. Zijn er misschien vragen aan dit? Hooggeleerde panel, wil ik zeggen. Hallo. Ja, mijn vraag is of de Belastingdienst ook mensen afluistert. Of niet? Nee. Huip, denk ik. Nee, maar ja. De Belastingdienst kan wel ontzettend veel. Nou, een voorbeeld, als je je aangifte doet, dan zie je al dat er heel veel is ingevuld. En dat weet de Belastingdienst allemaal. Dus de Belastingdienst krijgt uit verschillende bronnen, van het GBA, maar ook van je werkgever, van de banken, allerlei informatie. En die informatie is een stuk rijker dan voordat de diensten een tap gaan inzetten. Natuurlijk, het is goed dat we dit debat hebben. Het is heel, heel wezenlijk. Laten we ook vooral niet vergeten dat er ook andere kanten zijn. Die ik vind echt zorgelijker zijn. Ik schrijf nu 5 jaar over de inlichtingendiensten. En ik heb me daar in het beginsel zeker heel veel zorgen over gemaakt. Over hoe die privacy is geregeld. In deze wet kun je zeggen, betekent het voor iedereen dat de privacy iets meer geschonden kan gaan worden. Maar daar staan dus heel veel waarborgen tegenover. En ik denk dat dat het goed zou zijn als we onze aandacht ook wel zouden verleggen. Dat hoeft niet vanavond, maar ook inderdaad bijvoorbeeld de Belastingdienst. En dus politie, hoorde ik eerder al. Ja, heel veel opsporingsdiensten. De FIOD, al die kentekencamera's. Iedereen die hier vanavond met de auto is gekomen, dat wordt allemaal opgeslagen, die gegevens. Ja. Die gaan niet naar de AIVD of de MIVD. Maar daar kunnen allerlei, zelfs de milieupolitie kan daarbij. Ja. De scanauto's die hier permanent rijden, ja, dat is die registreren permanent waar jullie je allemaal bevinden. En daar doen we zelf aan mee, omdat we zelf allerlei gegevens posten. Maar. Ja. Ja, dankjewel. Hoi. Is juist dat niet de angst? Of eigenlijk meer, in principe is het allemaal een onderdeel van de overheid. Dus dat dadelijk al die losse gegevensbronnen met elkaar gecorreleerd worden. Want we hebben die eerder ook al gehad over bedrijven die gaan correleren. Maar als je als overheid op een gegeven moment al die verschillende datapunten gaat correleren, dat je dan bepaalde dingen te weten kan komen over je burgers die je eigenlijk niet hoeft te weten om te regeren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat één ding daarover, een BRR heeft daar een heel mooi rapport over gepakt. Kijk, het gegeven dat er heel veel wordt verzameld, hè, over ons allemaal hier. Dat staat inmiddels vast. En daar proberen we dan wetgeving voor te maken, zoals in het begin ook werd gezegd. Maar wat er vervolgens met die datasets gebeurt en waar dat verrijkt wordt, daar is eigenlijk nauwelijks wetgeving voor. En daar zit, denk ik, ook de grotere privacy schending. En dat zit inderdaad bij allerlei overheidsdiensten. Klopt dat het lang niet altijd bewust gaat, maar soms ook onbewust, dat bepaalde dingen bij elkaar komen, onvoldoende schotten tussen zaken en dat het dan op zaken. Ja, oké. Nini, je wil aanvullen? Nou ja, wat jij aankaart, dat is inderdaad wel iets om nog even terug te grijpen op die bevoegdheid die ik kort uiteenzet over dat raadplegen van informanten. Hè, en dat diensten straks directe online toegang kunnen hebben tot databases van anderen. Dat zou ook met overheidsinstanties kunnen. En ik vind echt dat die bevoegdheid
eigenlijk in de wet wat onvoldoende is uitgewerkt om echt een goede inschatting te kunnen maken van waar de grenzen liggen en hoeveel databases straks ter beschikking zijn om nou ja, automatische data-analyses op los te laten, patroonherkenning te doen of profielen te doorzoeken. Ja, de kans dat een dat wanneer je KPN gaat vragen, wil je vrijwillig meewerken, is misschien wat groter dat ze nee zeggen dan wanneer je daar een collega overheidsinstantie de keuze voor legt. Daar kunnen we zorgen over maken. Ja. Oké. Alleen idee voor andere avonden, wellicht hier ook in de Bali. Nog meer vragen? Ja. Er werden net een aantal actoren genoemd in het kader van toezicht en onder andere een ministeriële verantwoordelijkheid naar de Kamer. Maar hoeveel van de onderliggende stukken krijgt de Kamer ook te zien waarvoor de minister dus verantwoordelijkheid voor heeft? Hoeveel informatie heeft de Kamer eigenlijk? Er zijn twee gremia eigenlijk. Dat is de commissie stiekem, de CIVD. En daar zitten de fractievoorzitters in, inmiddels van de 5 grootste partijen. En die kunnen vrij veel stukken inzien. Wordt voorbereid door de CTIVD. Mogen die dat delen binnen een fractie? Nee, dat is het probleem. Dus daar mogen zij verder niks mee doen. Ja, ze mogen de betrokken diensten daarvoor ondervragen in de ministers. Maar ze kunnen die informatie niet gebruiken in de Kamer. En de Kamer zelf kan wel verzoeken ook om geheime onderdelen van of delen van rapporten ook bijvoorbeeld in te zien. Dus als de CTIVD een rapport opstelt, dan is er een openbaar gedeelte, dat kunnen we allemaal lezen. Maar er is ook een geheim gedeelte en dat kunnen de fractiespecialisten eventueel ook inzien. Dus het is wel mogelijk dat een vaste commissie van Defensie of Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld vertrouwelijk wordt geïnformeerd over het raketprogramma van Noord-Korea. Ja. Dat betekent dat we niet de allergrootste geheimen die voor de CIVD zijn blootgeven, maar dat we wel een veel meer geïnformeerde discussie met de vaste commissie kunnen voeren. Is het dan proactief vanuit Defensie of is het op aanvraag van Tweede Kamerleden? De Kamer bepaalt zijn eigen werkzaamheden, dus die vragen dan om zo'n toelichting van ons kant. Misschien toch nog even terug naar het punt van Astrid eerder. Is het panel het eens over het punt dat de Tweede Kamerleden zich wel wat beter zouden kunnen informeren over dit item? Het is misschien aardig om die fractievoorzitters die mogen daar dus naartoe. Dat is optioneel. Daar komt ongeveer in de helft van de gevallen komt iemand opdagen. En ook nog aardig om te melden dat bijna niemand de moeite neemt om die stukken te lezen, behalve Geert Wilders en Alexander Pechtold. Sorry, in die commissie stiekem bewaart niemand die stukken voor. Je moet je daarvoor aanmelden. Dus dan ligt er een heel dossier. Dan moet je je voor aanmelden. Dus ik wil dat lezen. Dan moet je in een kamertje zitten. En dan mag je dat lezen. Geert Wilders doet dat. Ook omdat dat natuurlijk raakt aan zijn eigen veiligheid. Mm-hmm. En Pechtold doet dat ook nog wel. Maar er zijn de andere drie fractievoorzitters. Nou ja, nu zijn het er drie. Maar onder het vorige kabinet waren het een stuk meer. Ja. Waar het alle partijen namen. Die nemen niet de moeite om dat te doen. Dat is ook wel apart. Zeker. Je zou zeggen dat dit van Astrid. Ja. Het werpt wel een ander licht op. Nou ja, ik verbaas me hier oprecht over. Ja, oké. We gaan. Je had nog een vraag, toch? Tweede, ja. Ik hoorde de heer Kuiper net iets zeggen over onze activiteiten in Afghanistan. En dat in betrekking tot de sleepwet. Wat is die relatie dan precies? Want als ik het goed begrijp, mag alleen maar metadata worden verzameld. Dus dan heb je het over naar welke pagina ga je, hoe lang blijf je daar en meer van dat soort dingen. Maar geen inhoud. Dus ik heb heel veel dingen gehoord over bommen en dergelijke. Op mijn hoofd denk ik dan, ja, dan moet je dus de inhoud daadwerkelijk hebben of kunnen lezen van die berichten. En dat kan dus niet. Dus tenminste, als ik de wet goed begrijp. Dus wat precies is daar de relatie en hoe word je daar veiliger van? Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er natuurlijk veel publiciteit is over wat diensten kunnen. Er is net al van gezegd dat soms heel erg leuk is om jezelf terug te lezen in de krant. Maar tegelijkertijd openbaar je daarmee methodes en werkwijzes. Dat heeft Snowden gedaan. En dat betekent dat dat ook gelezen wordt in Afghanistan. Dus die mensen gaan op een andere manier met hun telefoon om. Die gaan op een andere manier met hun computer om. Mm-hmm. En dat betekent dat je op andere middelen bent aangewezen in sommige landen om toch achter informatie te komen. Dat betekent dat je waarnemingssatellieten zou kunnen gebruiken en dat je veel meer met UMINT moet gaan werken. Met UMINT? Dat menselijke bronnen en menselijke agenten. Okay. Ja. Om te achterhalen hoe de Taliban in elkaar zit, in plaats van dat je dat zou kunnen doen met middelen die meer met
berichten verkeerd te maken hebben. Oké, okay, dus dat is een mix van bronnen. Ja. Goed, we gaan langzaam naar een afronding toe. Als er nog een allerlaatste prangende vraag is. Misschien is het wel even belangrijk om opmerking te maken. Ja. Wat antwoord is op je vraag, is dat met die onderzoeksopdrachtgerichte interceptiebevoegdheid die de nickname Sleepnet heeft gekregen, mag zowel metadata als inhoudelijke communicatie verzameld worden. Maar het is een drietraps. Dus je begint met de metadata, dan zoom je in en dan elke keer moet er een toestemming zijn. Maar voor de mensen waarvan je kan beargumenteren, die zijn interessant, daar mag je de inhoud van zien. Wat is de derde stap dan? Eerst metadata, daarna inzoomen naar inhoud? Netwerkanalyse en dan de inhoud. Ah, oké. Okay. Ja. Dank voor deze aanvulling. Even de laatste vraag en dan gaan we naar een afronding toe. Misschien vraag aan de heer Kuiper. Heeft hij de indruk dat met deze nieuwe wet er ook beter doorheen kan ingespeeld worden op de veranderende bedreigingen. Daar waar vroeger het gewoon klassieke fysieke machtsblokken waren, zijn het nu cellen, jochies die hacken, ransomware, hackaanvallen van vijandige staten, et cetera. Dus het hele speelveld verandert. Helpt de wet hen met dat spelen op dat speelveld? Voor ons is de kabel nieuw. We zitten nog niet op de kabel. Maar het is wel zo dat als we praten met partnerdiensten, die doen dat niet voor niks. En dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd dat we die technologische ontwikkelingen moeten kunnen volgen. Dat wordt nu in de wet geregeld. En we gaan daarmee experimenteren en hopen dat dat heel snel tot snellere en betere resultaten leidt van ons inlichtingwerk. Het is een vrij algemeen antwoord, maar ik hoor tussen de regels wel door dat dit dus nodig is om juist deze nieuwe dynamiek beter te kunnen volgen. Ja. Daar een voorbeeld geven? Ja? De MIVD vindt wel eens, als er bedrijven zijn gehackt, volgens Rheinmetall Defense, of nou ja, er zijn ASML's wel eens gehackt, ministeries worden wel eens aangevallen, dan zitten daar buitenlandse hackers in en dan vind je malware. En in die malware, daar zitten indicatoren in. Bijvoorbeeld, een indicator kan zijn, waar worden de pakketjes naartoe gestuurd, welk IP-adres, als die malware eenmaal binnen zit. Nu is het zo dat je zo'n indicator kun je niet tegen het internet aanhouden. Dus je kan niet even kijken, is dat ene IP-adres waar die exfiltratie naartoe gaat, waar die data naartoe gaat, is dat ergens anders in Nederland aanwezig? Want dan weet je waarschijnlijk dat daar ook Chinezen of Russen of Amerikanen of Britten zitten. Dat kan straks met de nieuwe wet wel. En dat is voor het tegengaan van en het onderkennen van dit soort digitale aanvallen wel belangrijk. Ja, dus jij herkent het punt wel dat gemaakt wordt. Dat dit, dat is een heel belangrijke beperking die er nu is, die straks wordt opgeheven. Oké, dank. We gaan naar een afronding toe. Nina de Vries, Geert Kuiper, Huib Modderkok, veel dank voor jullie komst en delen van expertise vanavond. En u ook allemaal heel veel dank voor uw komst. Weet dat dit een eerste editie is in een tweeluik. Er komt ook echt een wat meer politieke variant van deze avond. Dan gaan we het dus met politie over de sleepwet hebben. Wie is voor, wie is tegen, vanuit welke argumentatie. Dat vindt plaats op 14 maart. Die staat hier. Ja, precies. Nou, er zijn al wat namen bij. Dus als u hier geïnteresseerd bent, kom dan vooral terug. Voor nu heel veel dank nogmaals voor uw komst. We drinken nog een glaasje hier aan de bar om verder na te praten. Dus daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Graag tot de volgende keer. Dank. Thank you.